Geachte aanwezigen, van harte welkom in de raadscommissievergadering van 9 oktober. Het is een hele bijzondere raadscommissievergadering. Tegenover ons zit de burgemeester, meneer Noten, maar een aanstaande burgemeester, meneer Agricola. Van harte gefeliciteerd met uw voordracht. Om dan te Madeel, heb ik begrepen, ik weet niet of ik het goed uitspreek, als burgemeester te gaan fungeren. Onze felicitaties van onze kant. Ga ik naar links. Er is een beoogd wethouder die uw plaats weer in gaat nemen. Maar hij zit ook aan deze kant, vandaag nog in deze rol. Ook van harte gefeliciteerd met deze voordracht. Daarover gaan we later het nog weer hebben. Aan tafel is ook aangeschoven meneer Oostveen. En die heeft een burgerinitiatief ingediend. Daarover later meer. Van harte welkom op de pestribune. Op de tribune. De kijkers thuis, ook van harte welkom. We hebben 1 afwezigheidsmelding van meneer Koetsier van het CDA. En voor de rest zijn we allemaal aanwezig, voor zover ik nu kan zien en weet. En daarmee heb ik de opening gehad. Gaan we over naar agenda punt 2, spreekrecht burgers. Er hebben zich geen burgers gemeld die willen spreken ergens over. Dus dan hebben we agenda punt 2 ook gehad. Gaan we over naar de vaststelling van de agenda. En ik stel voor, zoals die nu voorgesteld wordt op het scherm, kunt u misschien meekijken, om de agenda zo te behandelen zoals die wordt voorgesteld. Tenzij er... Ik zie geen lampjes en daarmee stel ik vast dat we de agenda zo gaan behandelen. Naar agenda punt 4. En dat is ook een speciale behandeling. We hebben het een speciale avond genoemd, ook eigenlijk wel een beetje. Want het is best wel bijzonder, een burgerinitiatief, zeker voor de gemeente Dalfsen. Het is het eerste burgerinitiatief ooit, zegt onze griffier. En afgelopen maand heeft de gemeenteraad besloten het initiatief van meneer Oosterveen geldig te verklaren. En hij stelt de raad voor om een nuloptiebeleid voor coffeeshops te heroverwegen, neem niet kwalijk. En daarmee zou realisatie van een coffeeshop in de toekomst mogelijk worden in de gemeente Dalfsen. Meneer Oosterveen is aanwezig. Hij zit op de stoel van de ambtelijke ondersteuning om zijn voorstel toe te lichten, eventuele vragen van uw raadscommissie te beantwoorden en waar nodig te reageren op uw vragen. Er zijn een aantal partijen geweest die schriftelijke vragen hebben ingediend voor meneer Oosterveen. En ik stel voor om de beantwoording daarvan bij agenda punt 4, tezamen met de vragen die mondeling nog gesteld worden, te behandelen. We hebben een volgende voorstel om te behandelen. Ik wil eerst het woord geven aan meneer Oosterveen om zijn initiatief kort voor te stellen, toe te lichten. Dan de informerende ronde, dus vragen aan de initiatiefnemer, dus aan meneer Oosterveen. Daarna een informatieronde, vragen voor de burgemeester, meneer Noten. Dan kan meneer Oosterveen beantwoorden. Dan vraag ik meneer Noten om te beantwoorden. Daarna eventueel aanvullende vragen. En dan hoor ik graag uw opinie en eventueel een reactie van dan wel meneer Oosterveen, dan wel de burgemeester. En ik zal proberen samen te vatten aan het eind van deze behandeling. We proberen het in goede banen te leiden en ik stel voor om de vragen die nog niet gesteld zijn nu te inventariseren. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Oh, neem me niet kwalijk, ik zit al fout. Meneer Oosterveen, ik geef u eerst het woord voor een toelichting. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte dames en heren, ik zit hier nu eindelijk voor jullie om mijn plan inhoudelijk te kunnen bespreken. In het verleden is vanuit de raad aangegeven dat ik een droom heb. En dat klopt. Ik heb een droom. En vanavond hebben jullie de kans om mij te helpen die droom te verwezenlijken. Mijn droom is dat iedereen in Dalfsen en later de rest van Nederland geaccepteerd kan worden voor wie hij of zij is. En dat er voor iedereen een veilige en verantwoorde omgeving bestaat om zichzelf te kunnen zijn en zich te ontspannen. Ik droom van ondernemers die niet langer worden aangezien voor criminelen, terwijl zij juist de bevolking dienen. Zij bieden de bevolking immers een veilige, verantwoorde plek om te kunnen recreëren, alswel dat zij de zieken voorzien van hun medicatie.
En zoals elke droom begint, is ook de mijne begonnen als een fluistering. Door het besef van de negatieve aspecten van de realiteit en door de wetenschap dat het ook anders kan. Ik hoop oprecht dat jullie mij een eerlijke kans geven en dat jullie naar mijn voorstel willen kijken zonder het op voorhand af te wijzen. De in het verleden gehanteerde struisvogelpolitiek moet vanaf vanavond ten einde komen en ik verwacht dat dat ook zal gebeuren. Ik wil deze gelegenheid ook gebruiken om een kleine aanvulling toe te voegen aan mijn burgerinitiatief. Ik wil namelijk de burgemeester ook verzoeken om de gemeente Dalfsen aan te melden bij de centrale overheid voor deelname aan het wietteelt-experiment dat het nieuwe kabinet onlangs heeft aangekondigd uit te voeren. Hierdoor zou namelijk ook mijn droom van een gelegaliseerde achterdeur gerealiseerd worden. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik oprecht hoop dat jullie het onderwerp serieus zullen behandelen en dat mijn droom met jullie hulp zal worden gerealiseerd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Oosterveen. Ik wil de fracties die schriftelijke vragen hebben gesteld vragen om de vragen ook nog even uit te spreken, zodat meneer Oosterveen een overzicht heeft van alle vragen die gesteld gaan worden. Is dat mogelijk voor degene die ze schriftelijk heeft gesteld? Wie kan ik het woord geven als eerste voor de vragenronde? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Laat ik om te beginnen de heer Oosterveen complimenteren met het feit dat hij hier zit. Niet alleen het feit dat hij het initiatief heeft genomen, maar dat hij ook wel de afgelopen jaren heeft getoond nogal vasthoudend te zijn. Nou, dat vind ik een mooie eigenschap. De vragen die ik aan hem heb zijn eigenlijk allemaal heel eenvoudig volgens mij. En ik heb er 5 en ik zal ze kort houden. 1. Is uw vraag erop gericht om het wijzigen van de nuloptie erdoor te krijgen of hebt u ook nog andere vragen aan de gemeente om verdere ondersteuning voor het plan? Dus bijvoorbeeld geld of iets dergelijks. Hebt u een ondernemingsplan, een globaal ondernemingsplan? Dat is vraag 2. Vraag 3. Hebt u concrete ideeën over de manier van financieren? 4. Zou u het voor eigen rekening gaan doen of doet u dit samen met anderen? En de laatste vraag is, kunt u iets zeggen over het kweken van die eigen wiet, hoe u dat denkt te gaan doen en waar? Duidelijk, korte vraag. Dank u wel, meneer Wildvank. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. In het voorstel staat dat bijna ieder kind in Dalfsen vroeg of laat in aanmerking komt met genotsmiddelen en criminaliteit. De CDA-fractie vraagt zich af of hier een onderzoek aan ten grondslag ligt. Aangezien wij dit niet teruglezen in de gebiedscan criminaliteit en overlast van de gemeente Dalfsen en ook niet herkennen uit eigen ervaring. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Aansluitend op de vraag van de CDA hebben wij ook vragen over cijfers beschikbaar zijn over het gebruik van cannabis in Dalfsen. En dan ook cijfers zoals, is er bekend hoeveel drugsgebruikers er zijn in Dalfsen? En is daarbij ook een onderscheid te maken tussen soft- en harddrugs? Zijn criminaliteitscijfers in Dalfsen te relateren aan het gebruik van drugs? En zijn er ook cijfers bekend over de leeftijdsopbouw van gebruikers van cannabis in Dalfsen? En voor de rest heb ik nog even een andere vraag, die heb ik ook al gesteld. U geeft aan dat er een aantal problemen spelen doordat we in Dalfsen het legaliseren van de verkoop van cannabis niet goed geregeld hebben. En u geeft aan, een straatdealer is makkelijk te bereiken dan een koffieshop in een andere stad. Volwassen consumenten gaan blowen in de openbare ruimte. Dan stelt u onder andere ook, kinderen komen in een openbare ruimte makkelijker in contact met gebruikers. Waar het dan ook voor hun laagdrempelig wordt om te gaan gebruiken. En het gebruik van cannabis zorgt voor overlast. En mijn vraag hier nou achter is, waar heeft u zich op gebaseerd? Zijn er cijfers bekend die dit onderbouwen of baseert u zich op eigen onderzoek? Dat zijn mijn vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Linkerzijde, geen vragen. Meneer Nijburg, neem u kwalijk. Dank u, voorzitter. Ja, de heer Oosterveen heeft een droom. Maar kan u zich ook voorstellen dat het voor sommige mensen een nachtmerrie is? Dat is eigenlijk de eerste vraag. U spreekt mooi over een droom, maar sommige mensen liggen er wakker van. En dan heb ik gegroepeerd 4 vragen. De eerste die heeft te maken met de drugsoverlast in het algemeen in Dalfsen. En ik zou in aansluiting ook wat de VVD vraagt willen weten van, ja, is er op dit moment drugsoverlast in Dalfsen en hoe groot is dat probleem nu? En hoe groot is het onder jongeren? En dan de vraag natuurlijk wat over gaat. Ja, stel, er komt een coffeeshop. Is dan het probleem opgelost? Is er dan geen criminaliteit meer? Is er dan geen probleem meer voor jongeren? Nou, de tweede vraag heeft te maken met het middelengebruik.
Is het zo dat bij blowen ook regelmatig alcohol wordt genuttigd? Of gebeurt dat helemaal nooit? En hoe zit het in Dalfsen? Derde vraag heeft te maken met de jeugd en jeugdige gebruikers. Kan de jeugd, als er een coffeeshop is, nergens meer aan drugs komen? Of ontstaan er allerlei andere variaties of misschien dealers of handelaren die dan toch de jeugd wel weten te bereiken? Misschien zelfs achterdeur in, voordeur uit en aan de jeugd verkopen. En tenslotte vierde vraag. Hoe groot is de kans dat een coffeeshop nieuwe criminaliteit aantrekt? En daar zag ik toevallig vanavond op het journaal ook nog een stuk van. Dat een snackbar beschoten werd en dat had te maken met drugsgerelateerde criminaliteit. Maar ook doorverkopen zou een probleem kunnen zijn. En tenslotte de vraag, die heeft daar ook mee te maken, van hoe groot is die kans dat die boven- en onderwereld hier vermengd raken? En dat het ondoorzichtig wordt? Dat zijn op dit moment vragen. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ik had wel een aanvullende vraag nog. Waarom gekozen voor Dalfsen? Je ziet heel veel coffeeshops in grote steden. En Dalfsen is toch een relatief rustige plaats. Maar waarom is speciaal gekozen voor Dalfsen? Dan heb ik wat vragen bij uw argumenten in uw stuk. U zegt dat de realisatie van de coffeeshop dealen op straat tegengaat. En mijn vraag is, hoeveel procent gebruikt landelijk iets in de coffeeshop en blijft daar? En hoeveel wordt er op straat genuttigd? Mij is verteld door een deskundige, want ik heb het behoorlijk onder de loep genomen van het drugsexpertise in Nederland, dat het juist een aanzuigende werking heeft en wel dealers actief maken in de omgeving van die coffeeshop. De prijs vaak 2 euro goedkoper is. 1 gram cannabis is mij verteld 2 euro goedkoper is op straat. Dus geen 10 euro, maar 8 euro. En de jeugd juist dus wel aantrekt van 16 en 17 jaar en hen nieuwsgierig maakt om in groepjes in die wijk in te gaan om te gaan gebruiken. Je werkt ook mee aan wederverkoop, is mij verteld, in de hand in zo'n buurt. Dus onze vraag is, bent u het eens met deze deskundige verklaring en hoe houdt u grip op deze situatie? Dan aanzuigende werking heb ik nog genoemd, dat het drugstoerisme richting Dalfsen trekt. En mij is verteld, zelfs vanuit Duitsland komen ze naar Nederland om drugs tot zich te nemen. Er zijn grote problemen in omliggende plaatsen, maar ook in, een goed voorbeeld is Maastricht. Maar ook de ouders en scholen, die zijn niet zo blij in de buurt met een coffeeshop. En mij is verteld, zo'n 500 mensen per jaar, jongeren, die ontsporen door gebruik van cannabis, hersenbeschadiging, geen baan, geen toekomst en psychische problemen. En er is mij verteld, en daar ben ik het wel mee eens, het is geen graspiet wat er verkocht wordt, maar het is echte drugs. Mijn vraag is, of onze vraag is, bent u het met die deskundige verklaringen eens? En dan heb ik nog een vraag aan de burgemeester. Die komt straks. Gaan we straks stellen, okay. Meneer Raamaker. En één vraag heb ik nog staan. U schrijft gemiste kans voor lokale ondernemers. Heb u contact gehad met de lokale ondernemers? En wat was hun reactie? Tot zover onze vragen. Dank u wel, meneer Ramerman. Meneer Royakkers, D66. Er is al veel gevraagd. Maar dat is één punt. Er wordt gezegd dat de aanwezigheid van een coffeeshop goed zal zijn. Dat mensen dan niet meer in aanmerking komen voor de minderjarige jeugd, et cetera, et cetera. Maar Dalfsen heeft 3 grote kernen. En wat is nou de bedoeling? Om alleen in dorp Dalfsen zoiets eventueel te realiseren, of om het ook in Lemelenveld en of ook in Nieuw-Leuzen te realiseren? Want volgens mij zijn die problemen daar dan precies hetzelfde. En los je het probleem in de gemeente op uw manier ook niet op, denk ik, door 1 coffeeshop dan in een van de kernen te plaatsen. Maar dat vind ik wel interessant om te horen hoe u daarover denkt. Overigens ben ik het wel eens met uw voorkeur. Als je een coffeeshop hebt, om het dan gereglementeerd en wettelijk aan te voeren. Maar als je dat nog niet hebt gerealiseerd, dan stimuleer je dus eigenlijk de misdaad aan de achterdeur. En wilt u daar dat op uw geweten hebben? Dat is de andere vraag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers.
Meneer Oosterveen, zal ik eerst de vragen voor de burgemeester inventariseren, zodat u zich kunt voorbereiden op de beantwoording? Ja. Mag ik dan nu, voor zover zij zijn, vragen, ik weet van gemeentebelangen, is de heer voor de burgemeester. Nou, een hele korte. U bent van de handhaving. Ik kom vaak met de politie hier inderdaad aan deze raadstafel. Onze vraag is, bent u blij met het verzoek om her te overwegen het nulbeleid van de coffeeshops? En de tweede vraag is, hoe is het gesteld met de bibop, die door het openbaar bestuur aangegeven wordt door de minister? Dank u wel, meneer Raamaker. Zijn er nog meer vragen? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, de aanleiding in dit stuk is een coffeeshop in Dalfsen om problemen op te lossen. De vraag aan de burgemeester is, en dat is eigenlijk onze kernvraag, is er een drugsprobleem in Dalfsen? En zo ja, hoe groot is dit probleem? En wordt het opgelost door een coffeeshop in Dalfsen te plaatsen? Dan tweede vraag, dat heeft te maken met de feiten. En daar is al eerder aan de heer Oosterveen ook om gevraagd. Wat is het aantal drugsgebruikers in Dalfsen? En dat is ook naar aanleiding van wat de heer Raamaker zegt. Ja, u heeft contact met de politie, dus u kent waarschijnlijk die getallen die bekend zijn bij de politie. Is er sprake van druggerelateerde criminaliteit? Hoeveel overlast is er in wijken? Wat zegt de AVP over het gebruik van middelen, en met name in de buurt van sport- en speelterreinen? En de derde vraag, die heeft te maken met, stel we hebben een coffeeshop in Dalfsen. Dat wil nog niet zeggen dat we daarvoor zijn, maar stel dat is er. Komt de jeugd dan niet meer in aanraking met cannabisgebruikers en dealers? En een vraag die ook al is gesteld, ja, hoe komt een coffeeshop aan voorraden? Willen we de criminaliteit aan de achterdeur binnenkrijgen en via de voordeur legaal verkopen? Wat is de kans dat dat gebeurt? En hoe groot is de kans dat dat nieuwe vormen van criminaliteit aantrekt? En zo hebben we nog wel enkele tientallen vragen, maar dit even samengevat. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, we hadden eigenlijk tweetal vragen die eigenlijk hetzelfde zijn. In ieder geval sluit ik me aan bij de vraag van gemeentebelangen over de openbare orde en veiligheid in ons dorp. Ik zou ook graag van de burgemeester willen horen wat zijn mening is. Moeten we een coffeeshop willen? En waarom wel en waarom niet? Een andere vraag die ik heb, dezelfde vraag, daar sluit ik me ook bij aan bij ChristenUnie. Of er een probleem is in Dalfsen, dus is er sprake van overlast? En de laatste vraag die ik heb is, als we de richtlijnen van het CCV volgen, dat is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, dan moet een coffeeshop op minimaal 350 meter van een school geplaatst worden, niet in het centrum en niet in de woonomgeving. En daarnaast moet er een horecabestemming op zitten. Stel, we kiezen vanavond om mee te gaan met het initiatief. Waar ziet u mogelijkheid voor een locatie? Dat waren mijn vragen. Heldere vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Wildvank, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, een aantal vragen die ik zelf ook had zijn al gesteld, dus die laat ik even. Ik heb er nog eentje over. Het is wat meer algemene vraag aan de burgemeester. Van hoe kijkt u nou aan tegen dit initiatief? Ook vanuit het perspectief van openbaar orde en veiligheid. Maar dan wel in het licht van de recente ontwikkelingen, waarbij zich landelijk toch het voornemen lijkt af te tekenen om het voor gemeenten mogelijk te maken om dit soort initiatieven te honoreren. Dus hoe zou u daar in zijn algemeenheid een reactie op? Wat zou uw algemene reactie daarop zijn? Dank u wel, meneer Wildvank. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Onze vraag gaat ook over de cijfers op dit moment, want we hebben natuurlijk die gebiedscan gehad vorig jaar november. En zijn er nog nieuwe cijfers van na die tijd die een ander beeld geven? Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Oosterveen, bent u zover om de vragen die gesteld zijn te beantwoorden? Ik wil u vragen ze voor zover mogelijk zo kort mogelijk te beantwoorden. Dat is goed. Ja. Dan begin ik met de vraag van de ChristenUnie. De opgestuurde vraag zal ik eens eerst behandelen. Is er op dit moment drugsoverlast in Dalfsen? Zo ja, hoe groot is dit probleem? Ja, die is er. Ik kan echter geen precieze gegevens verstrekken over de omvang van dit probleem.
Naar mijn mening is dit ook de taak van de gemeente om dit in kaart te brengen. Echter heb ik wel opgemerkt dat het probleem zich aan het verergeren is doordat men op jongere leeftijd zwaardere middelen gebruikt en doordat het aanbod van deze zware middelen aanzienlijk is gegroeid. Vraag 2. Stel we hebben een coffeeshop. Is er dan geen drugscriminaliteit meer in Dalfsen? Nou, jawel, die blijft in eerste instantie bestaan. Echter zou een coffeeshop ervoor zorgen dat de drugscriminaliteit zou afnemen, al dan niet verdwijnen. Dit doordat de plaatsing van een coffeeshop ervoor zorgt dat mensen minder snel in contact komen met dergelijke substanties en de personen die dit verhandelen. Hierdoor zal de stap om te gaan gebruiken worden vergroot. Tevens zal het mensen die nu wel af en toe drugs gebruiken een veilig alternatief bieden, waardoor zij zich minder genoodzaakt voelen om drugs aan te schaffen. Men moet hierbij in rekening houden dat als een individu slechts 5 euro te besteden heeft voor het weekend, hij of op de fiets naar Zwolle moet om een vijfje wiet in de coffeeshop te kopen, of dat hij gewoon thuis blijft en voor hetzelfde geld een pilletje ecstasy of een zakje speed koopt. En dan wordt het nog aan de deur bezorgd. Vraag 3. Heeft een coffeeshop een bewaker nodig? Nou, in feite heeft een coffeeshop geen bewaker nodig. Echter is het wel iets wat mijn persoonlijke voorkeur heeft. Ja. Vraag 4. Zullen alle drugsgebruikers naar de coffeeshop gaan? Nee, niet alle drugsgebruikers houden van wiet. Dus die zullen dan ook niet naar de coffeeshop gaan. Sommigen gaan gewoon naar de kroeg. Men moet hierbij ook in acht nemen dat vooral in de buitengebieden zoals Dalfsen dat het over het algemeen makkelijker is om aan drugs te komen dan om aan wiet te komen. En dat alcohol ook gemeen geaccepteerd is. Dus nee, het vindt niet alleen in de coffeeshop plaats. Vraag 5. Gaan drugsgebruik en alcohol vaak samen? Nu is het dus de combinatie van wiet en alcohol. Ja, dat gebeurt. Je hebt zelfs speciale blowcafés. Hierbij mag men in de coffeeshop aangekochte wiet of hash nuttigen. En dan in het blowcafé zelf mag men alcohol bestellen. Dus ja, het wordt zeker gecombineerd. Echter in coffeeshops is het over volgens mij altijd verboden om wiet en alcohol te consumeren. Dat is echt het blowcafé op zich voor. Vraag 6. Gaat de coffeeshop alcohol verkopen? Nou, nee, absoluut niet. Dat heeft meerdere redenen, maar ik persoonlijk ben niet gesteld op dronken mensen. Laat staan mensen die stronken zijn. Dat is stoned slash dronken, wat mensen in een blowcafé over het algemeen zijn. En volgens mij is het ook niet wettelijk toegestaan. Nou, wel bestaande blowcafés, heb ik net uitgelegd. Vraag 7. Wat moet met de voorlichting worden bereikt? Ik aangeef dat ik ook voorlichting wil plaatsen in de coffeeshop. Nou, met de voorlichting verstrekken wil ik mensen kennis geven van de diversiteit van cannabisproducten en de medische toepassing hiervan, met als doel dat mensen op een verantwoorde manier gaan consumeren. Want je hebt bijvoorbeeld ook cannabissoorten die geen enkel euforisch effect hebben. Die zijn, als je die zou roken, eten of wat dan ook, je wordt niet anders, maar het heeft wel een medische werking. En dat is iets wat bijna niemand weet. En dergelijke kennis wil ik met voorlichting mensen geven. Vraag 8. Hoe groot is de kans dat een coffeeshop nieuwe criminaliteit aantrekt? Denk aan de verkoop van harddrugs. Maar die kans is nihil. Een coffeeshop weert dergelijke praktijken juist door strikte regels omtrent harddrugs te hanteren, waarbij het zelfs niet is toegestaan om over harddrugs te praten. Dus als mensen in het weekend wat hebben gebruikt, dan dat gesprek mag niet plaatsvinden in een coffeeshop. En dat zorgt ervoor dat cannabisconsumenten een veilige en verantwoorde omgeving krijgen waar ze kunnen consumeren, zonder het risico te lopen om te worden lastiggevallen door opdringerige straatdealers. Vraag 9, dat was ook de laatste vraag die op voorhand was gegeven. Is er een kans dat boven- en onderwereld worden vermengd? Nou nee, die kans is er niet. En dat is omdat ik alles in mijn eentje doe en dat gewoon niet zal toelaten. En ook mijn intentie om als een drie-eenheid te werken met de gemeente en de politie, zou elke vorm van vermenging moeten tegengaan. Tevens wil ik de burgemeester verzoeken om deel te nemen aan het wietteelt-experiment. Dat zou er helemaal voor moeten zorgen dat de illegale achterdeur en de verweving gewoon niet plaatsvindt. Dat was
De beantwoording. Oh nee, de CU. ChristenUnie heeft ook gevraagd of ik mij kon indenken dat een coffeeshop een nachtmerrie is. Voor mij is het een droom en voor anderen of het een nachtmerrie is. Ja, ik kan me dat heel goed indenken. Vind ik dat zo'n gedachte terecht is? Absoluut niet. Absoluut niet. Die gedachte wordt gevoed door het negatieve stigma dat heerst. Doordat mensen enkel cannabis kennen van de televisie. En als het in de televisie is, dan gaat het inderdaad over schietpartijen in het illegale circuit. Een circuit dat enkel is omdat het kabinet in het verleden een dergelijke, nou ja, de wanpraktijk van achter de überhaupt mogelijk heeft gemaakt. Dus ja, ik kan mij voorstellen dat mensen het als nachtmerrie ervaren, maar nee, dat komt door slechte of gewoon geen voorlichting. Dan wil ik overstappen naar de vragen van de VVD. Die had mij technische vraag opgestuurd. De technische vraag over, zijn er cijfers beschikbaar over het gebruik van cannabis in Dalfsen? Cijfers zoals, is het bekend hoeveel drugsgebruikers er zijn in Dalfsen? Is het daarbij ook onderscheid te maken tussen soft en harddrugs? Nou, nee, voor zover ik weet zijn er geen cijfers beschikbaar over het aantal drugsgebruikers. Dergelijke cijfers zouden sowieso altijd speculatief blijven, omdat men meestal niet te koop loopt met persoonlijk drugsgebruik. Er is wel degelijk een onderscheid te maken tussen het gebruik van cannabis en drugs. Want dat stigma wil ik ook wegwerken. Eigenlijk. Het cannabis wordt gezien als softdrugs, maar cannabis is een medicijn. Er zijn tal van mensen, ik weet het aantal niet, dus ik ga ook geen aantal noemen, maar die gebruiken het voor diverse medicinale redenen. Om dan te zeggen dat hun allemaal drugsgebruikers zijn, dat vind ik vrij beledigend. Je beledigt een gigantische groep mensen daarmee. Wat ook gevraagd is, zijn de criminaliteitscijfers in Dalfsen te relateren aan het gebruik van drugs? Nou, zeker. Daar de drugshandel de grootste inkomstenbron is van criminelen, zodoende kun je stellen dat drugsgebruik de criminaliteit in stand houdt. Dus het houdt verband met elkaar. Het ligt er ook aan welke aspecten je kijkt, maar naar mijn mening houdt het op bepaalde aspecten zeker verband met elkaar. Zijn er ook de derde vraag van de technische vragen, en ook de laatste. Zijn er ook cijfers bekend over de leeftijdsopbouw van gebruikers van cannabis in Dalfsen? Nee, er zijn geen cijfers beschikbaar over de leeftijdsopbouw van cannabisgebruikers in Dalfsen. Echter, weet ik uit persoonlijke ervaring dat je gebruikers hebt in bijna alle levensfases. Ik kom jongeren tegen, maar ook mensen die al met pensioen zijn. Nogmaals, mensen gebruiken het ook medicinaal. Dan de vragen van de eerste termijn. Nou, ik geef de eerste vraag. Een straatdealer is makkelijker te bereiken dan een coffeeshop. Oh nee, wacht, dat is een serie van vragen. Ik geef aan dat er een aantal problemen spelen doordat we in Dalfsen het legaliseren van de verkoop van cannabis niet goed geregeld hebben. Ik geef aan, een straatdealer is makkelijker te bereiken dan een coffeeshop in een andere stad. Ik geef aan, volwassen consumenten gaan blowen in openbare ruimte. Kinderen komen in de openbare ruimte makkelijk in contact met gebruikers, waardoor het ook voor hen laagdrempelig wordt om te gaan gebruiken. En cannabis, gebruik van cannabis zorgt voor overlast. Dan wil ik dat eerst even corrigeren. Gebruik van cannabis op zich veroorzaakt geen overlast. Enkel de locaties waar zij dat gebruiken. Mensen, cannabisconsumenten die thuis of in de coffeeshop cannabis consumeren, die veroorzaken geen overlast. Maar gaan zij consumeren in een speeltuin, bij een bushokje, et cetera, dan veroorzaken ze overlast. In de zin van, ze laten afval achter, geluidsoverlast, et cetera. Maar het gebruik op zich veroorzaakt geen overlast. De vraag is, waar heb ik mij op gebaseerd? Zijn hier cijfers over bekend die dit onderbouwen? Of baseer ik mij op mijn eigen onderzoek? Nou, ik baseer dit op mijn persoonlijke kennis en ervaringen. Er bestaan hier volgens mij geen cijfers over. Dan, dat waren volgens mij de vragen van de VVD. Dan wil ik overgaan naar de vragen van de Partij van de Arbeid. Is uw vraag echt gericht op het wijzigen van het nuloptiebeleid? Of is de vraag ook bedoeld om op andere gebieden ondersteuning van de gemeente te ontvangen? Nou, dit burgerinitiatief is hoofdzakelijk gericht op het wijzigen van het nulbeleid. Echter wil ik het verzoek aan de burgemeester om Dalfsen
Echter wil ik hier het verzoek aan de burgemeester om Dals aan te melden bij de centrale overheid om deel te nemen aan het legale wietoot-experiment dat het nieuwe kabinet onlangs heeft toegevoegd aan toevoegen. De tweede vraag, of ik een globaal ondernemingsplan heb. Ik heb geen ondernemingsplan, geen globaal ondernemingsplan op papier. Ik heb het hele concept in mijn hoofd zitten. Voor de rest, ik heb niks op papier uitgewerkt. Heb ik concrete ideeën over de manier van financieren? Nou, ik heb voor de financiering een lopende BBZ-aanvraag. Mocht dit niet lukken, dan moet ik naar alternatieve mogelijkheden kijken. Maar vooralsnog ben ik van plan middels deze aanvraag mijn plan te financieren. De vierde vraag. Heb ik concrete ideeën? Nee? Zou u het echt voor eigen rekening gaan doen? Of staat u hier ook namens anderen die willen investeren in de shop? Nou, ik zou het echt voor eigen rekening doen. Er is niets of niemand waar ik afspraken mee heb gemaakt betreffende mijn eventuele onderneming. Dat wil ik duidelijk hebben. Ik sta hier echt namens mezelf, voor mezelf. Nou, en natuurlijk ook voor alle inwoners. Maar ik heb met niemand afspraken gemaakt. Dan de laatste vraag. Kunt u iets zeggen over dat kweken van die eigen wiet, hoe en waar? Nou, als alles mee zit, dan zal de overheid het kweken. Dan zal de overheid het kweken op zich nemen. Ik heb op dit moment nog geen idee waar deze kwekerijen zich zouden gaan bevinden. En mocht het in de toekomst mogelijk zijn, dan zou ik graag zien dat de lokale boeren de coffeeshop zouden gaan voorzien. Dat is volgens mij alle vragen van de Partij van de Arbeid. Dan vraag van de CDA. Of er onderzoek is gedaan naar de voorslag aan criminelen. Volgens mij is hier geen onderzoek naar gedaan. De vraag van gemeentebelangen. Waarom Dalfsen? Nou, omdat ik kom uit Dalfsen. Ik heb in Dalfsen ervaren wat de problematiek is. Ik heb het zelf persoonlijk ook meegemaakt. En waarom niet in een grote stad? Waarom juist in een klein dorpje kan ik het niet zeggen. Waarom in een dorp als Dalfsen? Omdat ik van mening ben dat juist in de dorpen waar geen coffeeshop zijn, dat daar een coffeeshop moet komen. Want de grote steden die zijn al voorzien. Die hebben al genoeg coffeeshops. Misschien dat in bepaalde steden zoals Rotterdam dat er een tekort is ontstaan doordat er heel veel coffeeshops zijn gesloten. Maar dat geeft ook alweer aan, als je heel veel coffeeshops gaat sluiten, dan komt er een tekort aan. Dus als je geen coffeeshop hebt, dan is er sowieso een tekort. Daarom in Dalfsen. Hoeveel procent wordt er thuis gebruikt en hoeveel procent wordt er op straat gebruikt? Ik heb geen idee. Dat is. Ik ben één persoon. Ik heb geen cijfers die daarover bekend zijn. In Dalfsen wordt er vrij veel op straat gebruikt. Simpelweg omdat niet iedereen thuis de gelegenheid om te gebruiken. En er geen alternatief is. Stel je voor, u heeft een vrouw en kind. Dan mag u vast niet met uw vrienden allemaal thuis gaan blowen. Maar als er geen coffeeshop is, waar moet u dan heen? Of u woont als u bij uw ouders woont. En uw ouders vinden het niet goed. U bent er wel volwassen. Waar moet u dan heen? Als er geen coffeeshop is, dan gaan ze sowieso op straat. Maar specifieke cijfers, die heb ik niet. Volgens mij bestaan die ook niet. Als er een koffieshop komt, zou het dan voor jongeren makkelijker worden gemaakt om aan wiet te komen? Ik denk het niet. Dat denk ik oprecht. Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Aan de ene kant, ja, er is een koffieshop. En zodra iemand kent die volwassen is, dan zou die dat zo doorgesluist kunnen worden. Net zoals dat nu de mensen op een vergelijkbare manier in de alcohol komen. Ja, dat zou je hebben. Dat zou bestaan. Echter,
Wat nu al gaande is, is dat mensen gewoon naar een straatdealer gaan. En ik had eerder al aangegeven dat het makkelijker is om bij een straatdealer drugs te kopen dan cannabis. Dus de stap om drugs te gaan gebruiken en om contact te komen met dergelijke mensen wordt aanzienlijk vergroot en verergerd. Ze kunnen misschien via hun volwassen vriend een product uit de coffeeshop kunnen bemachtigen. Maar dat zorgt in ieder geval voor dat ze geen contact hebben gehad met een straatdealer. Die hun liever de meer winstgevende, de hardere producten wil verkopen. Ik denk niet echter dat de jeugd meer zal gaan gebruiken. Ik denk juist dat ze minder zal gaan gebruiken. De jeugd zal altijd blijven experimenteren. Alleen als je het, net wat ik zeg, als je ervoor zorgt dat ze dan bij de algemeen geaccepteerde producten houdt en dat je ze niet gelijk in de handen van de dealers duwt, ik zie dat echt als een vooruitgang. Ik zie dat niet als iets kwalijks. Losgezien dat er natuurlijk iets wordt doorverkocht wat verboden is, en daar ben ik wel tegen, maar ik zie het wel als een verbetering van de huidige situatie. De vraag over drugstoerisme, of er drugstoerisme zal komen. Ja, tuurlijk, je ziet dat in steden als Amsterdam drugstoerisme. Ik bedoel, Amsterdam is over de hele wereld bekend. Nederland is over de hele wereld bekend door Amsterdam. Hoeren en drugs, Nederland. Zou er dan drugstoerisme komen in Dalfsen? Ik verwacht het niet. Ik verwacht het niet. Mensen gaan eerder naar Amsterdam. Dat denk ik echt. Tuurlijk, je zult misschien mensen net over de grens bij Duitsland hebben die dan Van Dalfsen kennen en et cetera. Maar ook in landen als Duitsland is de legalisatie in volle gang. En ja, als overal gelegaliseerd is, dan zal het niet meer bestaan. Wat echter wel zal gebeuren, is dat de Nederlanders op zich, die nu afhankelijk zijn vanwege medicinale redenen, dat die daar vanwege medicinale afhankelijk zijn van cannabisproducten, dat die wel naar Dalfsen kunnen komen om op vakantie te gaan. Want het is in Nederland is het verboden om meer dan 5 gram op zak te hebben, te vervoeren. Voor menig patiënt is 5 gram, dat is nog niet eens een volle week. Als er een coffeeshop in Dalfsen zelf is, dan kunnen mensen die dat nodig hebben denken van, hé, maar dat is mooi. Dan kan ik echt in een mooi plekje als Dalfsen mijn vakantie vieren. En tegelijkertijd heb ik gewoon mijn medicinale behoeften voorzien. Op dit moment gaan dergelijke mensen naar dorpen, steden als Kampen en Dedemstraat. Naar mijn mening vergelijken met Dalfsen. Dus qua dat soort toerisme, ik noem het geen drugstoerisme, maar ja, je kan het zo zien. Dat zie ik, als een vooruitgang. En daarmee ook worden de lokale ondernemers, die worden extra gestimuleerd. Ik bedoel, meer toerisme in Dalfsen. Inlands toerisme is meer geld voor de ondernemers. Dat is altijd goed. Dan de hersenbeschadiging wat gemeente Belangs heeft verkondigd. Ja, ik ben echt benieuwd wie dat dan heeft verkondigd. Want naar mijn mening is dat absurd. Volgens mij is er gewoon geen enkel bewijs dat er ook maar wat voor een lichamelijke schade wordt veroorzaakt door het gebruik van cannabis. Ik zelf meende laatst nog een artikel te hebben gelezen die claimt dat het gebruik van cannabis de aanmaak van de neurologische verbindingen in de hersenen juist stimuleert. Dus ik ben oprecht benieuwd naar hoe gemeentebelang aan deze informatie is gekomen van de expert. En of ik de vraag van gemeentebelang of ik zelf contact heb gehad met lokale ondernemers. Nee, ik ben niet rondgegaan bij de lokale ondernemers om met hun dingen te gaan bespreken. Dat dergelijke contact heeft niet plaatsgevonden. Dan wou ik overgaan naar de vraag van D66. Enkel Dalfsen of overal? Overal. Ik ben het helemaal met u eens, als enkel in Dalfsen zou gebeuren, dan heb je het niet opgelost. Ik ben van mening dat
elk dorpje, elk gehuchtje, elke stad een koffieshop zou moeten hebben. Als we kijken naar Honoist. Honoist heeft nog niet eens een supermarkt hier in Dorsen, maar het heeft wel een kroeg. Ik vind dat een gemeente als Dorsen dan daar liever een kroeg heeft als een supermarkt. Dat is begrijpelijk. Dat geeft aan hoeveel noodzaak is bij een kroeg. Maar een dergelijke noodzaak is er ook bij een koffieshop. Naar mijn mening ook bij een supermarkt, maar dat er buiten gelaten. Echter, inderdaad, als je enkel in Dorsen zou een koffieshop zou plaatsen, dan zouden de mensen van de complete gemeente Dorsen, dus ook de kernen zoals Nieuw-Leusden en et cetera, allemaal naar Dorsen gaan. En ik ben van mening dat dat inderdaad niet het meest wenselijk scenario is dat je kan bedenken. Dus er moet overal, echt overal, moet er een koffieshop komen. Want dan heb je het probleem echt opgelost. En als andere landen dat ook zouden doen, dan hebben wij ook geen last van drugstoerisme uit het buitenland. Legalisatie is de oplossing. En de vraag of ik eventueel de achterdeur illegaal, zoals verplicht is tegenwoordig, in de toekomst hopelijk niet meer, of ik dat bereid zou zijn te runnen. Ja, ik zou daartoe bereid zijn. En waarom? Omdat ik dat dan zie als een soort van opoffering. Doordat ik dan het contact heb met het illegale circuit, en doordat ik dan gedwongen word tot eventuele criminele activiteiten, zou ik anderen daarvoor behoeden. Dan zou ik ervoor zorgen dat andere mensen niet in contact komen met dergelijke mensen. En tevens zou ik gewoon de straatdealers, hopelijk helemaal kunnen stoppen. Dus ik zie het dan als een soort van zelfopoffering. Dus ja, ik zou bereid zijn dat te doen. Meneer Oosterveen, wij hebben met u meegeschreven en afgevinkt en ik wil u complimenten maken. U heeft alle vragen beantwoord. Kijk, super. Daar kan de raadscommissie helemaal niets van zeggen. Ik wil graag horen of er nog aanvullende vragen zijn aan meneer Oosterveen. En ik wil u vragen die eventueel kort te beantwoorden, gezien de tijd. Zijn er nog aanvullende vragen? Niet. Dan wil ik vragen om meneer Noten de beantwoording van de vragen die aan de burgemeester zijn gesteld te geven. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst de vraag van meneer Oosterveen zelf met betrekking tot het wietteelt-experiment. Ik moet eerlijk bekennen, ik ken het niet. Ik heb vandaag niet het nieuws bijgehouden. En misschien is het trouwens ook al ouder, dat weet ik niet. Maar ik heb al een hele tijd het nieuws niet bijgehouden. Als dat een experiment is om de achterdeurproblematiek op te lossen, dan vind ik dat persoonlijk een heel zinvol experiment. Of wij daar een rol in kunnen spelen, weet ik niet. Durf ik op dit moment niks over te zeggen. Ik zelf denk wel dat juist de achterdeurproblematiek in die hele bizarre situatie die we hebben met legale coffeeshops en illegale teelt, dat natuurlijk, wie dat bedacht heeft, die heeft niet zo goed nagedacht. Laat ik het zo zeggen. Dus ik zeg daar nu op voorhand nee tegen, ik weet er onvoldoende over. Een aantal hebben mij gevraagd wat ik er zelf van vind, van het initiatief. En dames en heren, dat ga ik u gewoon niet vertellen. Omdat ik dat gewoon onzorgvuldig vind. Maar laat ik u wel zeggen dat als u de motie of het besluit aanneemt, dan ga ik serieus heroverwegen. Maar ik vind wel dat u nu een zet bent. En ik wil u ook niet, als het ware, al te veel belasten met mijn persoonlijke opvattingen. Ik laat het oordeel in eerste instantie aan u over. U bepaalt of u wilt dat ik ga heroverwegen. En als ik ga heroverwegen, als u dat doet, dan ga ik het ook echt doen. Dan ga ik er ook serieus naar kijken. Dus dat wil ik op die manier gezegd hebben. En de heer Raamaker vraagt of ik blij ben. Maar dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Ik ben een blij mens in zijn algemeenheid. De heer Raamaker stelt ook terecht een vraag over de piebel. Ik zeg dat ook even richting de heer Wildvank, gezien de vragen die hij stelde aan de initiatiefnemer. Het is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen het ter discussie stellen van het nuloptiebeleid en eventueel in een later stadium het verlenen van een exploitatievergunning. Het zijn twee totaal verschillende vraagstukken. Het ene gaat over ons beleid, overigens waar ik wel bevoegd ben, maar waar ik zeker ook geïnteresseerd ben in uw opvattingen. Het tweede gaat over het verlenen van vergunningen. Ook daar ben ik bevoegd en volstrekt niet geïnteresseerd in uw opvatting. Ik denk dat dat echt van belang is dat u dat scherp heeft. Dus wat u daarover vindt, dat moet u maar in de kroeg of misschien over een aantal jaren in een koffieshop met elkaar delen. Maar mij laat het volkomen koud.
En u snapt ook waarom dat is. We hebben daar een BIBO-procedure voor. Dat is echt wettelijk verankerd. En dat is uitvoering. Dat is niet beleid. En daar moet vooral geen cliëntelisme of wat dan ook in door kunnen dringen. Dus we moeten dat echt heel strak gescheiden houden. Als het gaat om het verlenen van vergunningen in dit soort situaties, hebben we een hele strakke procedure. Volgen we de BIBO tot en met Amsterdam aan toe, zou ik maar zeggen. En dan komt er uiteindelijk wel of niet een vergunning. Goed om dat onderscheid te maken. Daarmee heb ik op in ieder geval een van de vragen van de heer Veldhuis, denk ik, te pakken. En ik heb volgens mij ook de vragen van de heer Raamaker hiermee mee gehad. Een aantal van u stellen feitelijke vragen. En dat is niet makkelijk. En de heer Oosting geeft terecht aan, dat het, en ik ben het ook echt met hem eens, dat het heel moeilijk is om aan te geven hoe groot de problematiek nu is. Weet u, de essentie of een kenmerk van het drugsgebruik is dat het voor een belangrijk deel zowel illegaal is, en niet alles, maar voor een belangrijk deel illegaal is, en dat het ook gewoon niet in de openbaarheid plaatsvindt. Dus het is niet zo dat de mensen zich hier bij het gemeentehuis komen melden met de mededeling, ik ga dadelijk een blootje maken. Zo is het gewoon niet. Wat we wel net gedaan hebben, en ik heb die cijfers nu net pas boven tafel, en u krijgt die ook binnenkort. Wat we wel gedaan hebben, zoals u weet, is dat we een onderzoek gedaan hebben over de drugsproblematiek via het burgerpanel onder onze bevolking. En ik heb die cijfers vandaag pas gekregen. Wordt binnenkort aangeboden ter kennisname aan het college. En daaruit blijkt dat 84% van de inwoners van de gemeente Dalfsen nooit drugsoverlast ervaart in de eigen omgeving. Is 16% zegt dat dus niet. Ja, u mag dan oordelen of u iets veel of weinig vindt. Ik vind het niet veel. En 9 van de 10 jongeren zegt nooit dergelijke overlast te hebben. Dat zijn de cijfers die ik nu heb. U mag ze zelf duiden. Als er een probleem is, lost een koffieshop dit dan op? Daar zeg ik echt nadrukkelijk nee op. Een belangrijk deel, en de heer Oosting zei dat overigens naar mijn mening terecht, een belangrijk deel van de problematiek zit onder de 18 jaar. En zit eigenlijk, en ik vind het ook niet terecht om te zeggen dat het hier gaat om drugsproblematiek als zodanig. Het gaat bijna altijd om meervoudige problematiek. Waarbij drugs een onderdeel uitmaakt ervan. Maar het is niet zo dat een jongen of een meisje die volmaakt gelukkig is, van vandaag op morgen ineens beslist om een blootje te maken, dan vervolgens ineens tot ernstige problematiek gerekend moet worden. Het is bijna altijd multiproblematiek waar we het over hebben. En kinderen die sowieso niet makkelijk zijn om in het gareel te houden. Een coffeeshop gaat aan dat probleem niks oplossen. Wat de APV over drang en drugsgebruik zegt, nou, dat is een heleboel. En ik hoop dat u dat allemaal tot u wilt nemen. Ik ga het nu niet voorlezen. Maar de heer Veldhuis geeft natuurlijk ook terecht aan dat er richtlijnen zijn met betrekking tot het plaatsen van coffeeshops. En zijn vraag waar zou die dan geplaatst moeten worden, die gaan we beantwoorden nadat u het besluit genomen heeft om mij te vragen om de zaak te heroverwegen. En ik ook tot een heroverweging ben gekomen. En dan is deze vraag aan de orde. Maar het is geen eenvoudige, laat ik dat op voorhand zeggen, maar het kan natuurlijk wel. Die is wel van belang. Dan de opmerking over de vraag over medicinale cannabis, ook door de heer Oosting gebruikt als argument. Medicinale cannabis wordt, dus ik vind het een beetje ingewikkeld om dat zomaar te duiden. Als u als pijnstiller cannabis krijgt voorgeschreven door de huisarts of door wie dan ook, en dan kunt u gewoon uw thee halen bij de apotheek. En dan bent u gewoon een gebruiker van cannabis. Het is goed om u te realiseren dat heel veel medicijnen drugs zijn. Het is sowieso ingewikkeld om de onderscheid tussen medicijnen en drugs te maken, laat ik het zo zeggen. Het begrip genotsmiddel is misschien veel beter in dat verband en ook begrijpelijker. Als het gaat om het gebruik van medicinale cannabis, weet ik natuurlijk dat het hier in Dalfsen door mensen wordt gebruikt. Maar ik heb geen idee door wie en ik heb ook geen idee hoe vaak. En dat valt ook allemaal onder het medisch geheim. Die informatie krijg ik ook niet. En het heeft ook geen zin om daarna te vragen. Stel, we hebben een koffieshop in Dalfsen, komt de jeugd dan niet meer in aanraking met cannabisgebruikers en dealers?
Nee, volgens mij komen ze dan net zo goed in aanraking daarmee en is er nog steeds contact. Is dat minder, zoals de heer Oostveen zegt, is er sprake van vooruitgang? Dat durf ik niet te voorspellen, maar hij kan daar best gelijk in hebben. Laat ik het ook zo zeggen. Het is tenslotte ook gereguleerd. Hoe komt de koffieshop aan voorraden? En hier hebben we die achterdeurproblematiek, dat is dus niet helder. En wat ik wel zou willen zeggen, en dat is denk ik toch langzaam maar zeker echt wel uit politieonderzoek en anderszins bekend, dat is al te... We hebben soms nog een soort romantisch idee over mensen die een beetje bijverdienen met 5 of 6 hennepplantjes, zeg maar. En die moet je dat dan ook maar gunnen, hè, dat die daar wat bijverdienen. Nou, dat idee is echt niet reëel. De illegale wiet telt in Nederland is keiharde business. En is denk ik de meest afschuwelijke criminele scene die je kunt voorstellen. Dus we hebben daar een hardcore criminele leverancier in zijn algemeenheid aan die achterdeur staan. Maar nogmaals, en de vraag is wat dan het probleem is. En die Hoosing zegt het probleem is natuurlijk dat we dan ook de retail niet gelegaliseerd hebben. Nou, dat is in ieder geval een logische redenering, laat ik het zo zeggen. Daar hoef je het niet mee eens te zijn. Maar ik ben het er overigens wel mee eens, voor alle duidelijkheid. Op dat punt ben ik het met de heer Hoosing eigenlijk volledig eens. Dit is een bizarre situatie. Ik heb de vragen van de heer Veldhuis gehad. Ik heb de vragen van de heer Nijburg gehad. Ik heb volgens mij ook de vragen van de heer Raamaker gehad op deze manier. Ik heb ook de vraag gehad hoe ik zelf tegen het initiatief aankeek. Daarmee volgens mij ook de vraag van mevrouw Hamer van. Heb ik hopelijk alles gehad, voorzitter? Ik weet het niet zeker. Welke heb ik gemist? Of er naar aanleiding van de gebiedscan van november nog nieuwe cijfers zijn waar het beeld door zou veranderen? Nee, ik heb wel nieuwe cijfers en die heb ik u net gegeven. Dat zijn die cijfers uit onze enquête die u zelf moet duiden, voor alle duidelijkheid. En die heb ik nog maar nauwelijks uitgewerkt. Ik heb deze cijfers vanochtend pas gekregen. Maar gebiedscans en zo hebben we helemaal niks. Dat heb ik geen nieuwe gegevens. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, meneer Noten, voor de beantwoording. Zijn er naar aanleiding van deze beantwoording nog aanvullende vragen voor de burgemeester? Ik zie geen lampjes. Dan zijn daarmee de vragen gesteld en beantwoord. Meneer Oosterveen heeft nog een reactie te geven. Ja, want de burgemeester geeft aan dat de gebruikers van medicinale cannabis naar de apotheek kunnen gaan. Echter wordt de medicinale cannabis niet verzorgd door de zorgverzekeraar. Tevens is het aanbod bij de apotheek zeer gering. De coffeeshop daarentegen heeft sommige coffeeshops hebben echt een gigantisch aanbod. Ongelooflijke diversiteit. En over het algemeen is de prijs in de coffeeshop goedkoper dan bij de apotheek. Dus zodoende moeten mensen wel weten en in acht nemen. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel voor deze aanvullende informatie. Waar we kennis van hebben genomen. Ik wil graag uw opinie horen. Naar aanleiding van de vragen en het initiatiefvoorstel, het burgervoorstel wat nu voor ligt. Wie kan ik het woord geven als eerste? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik ga inderdaad even een opinie geven op de vraag van de heer Oosterveen. Ik geef ook nog even een korte reactie op de reactie van de burgemeester. En daar begin ik eigenlijk maar even mee. Want ik heb nog even overwogen om de vraag te stellen, maar dat heb ik niet gedaan, want het antwoord zal er niet anders van worden. Dus ik geef er alleen maar even een korte reactie op. Want hij zegt van ja, ik geef geen antwoord op de vraag hoe ik er naar kijk. Het is nu even aan de raad om deze vraag te duiden. Daar ben ik overigens helemaal met hem eens. Maar ik vind het toch wel jammer, want juist vanuit de verantwoordelijkheid openbaar orde en veiligheid is het wel interessant om toch te horen hoe degene die daarvoor verantwoordelijk is tegen dit onderwerp aankijkt. Overigens ben ik het helemaal met hem eens dat de nuloptie nog wel even wat anders is dan het verlenen van een exploitatievergunning. Maar nu vanavond hebben we het over dat eerste. En om aan dat tweede toe te komen, die exploitatievergunning, heb je wel eerst de aanpassing van die nuloptie nodig, want kom je daar helemaal niet aan toe. Maar ik ben het helemaal met hem eens dat eerste kan je nu mogelijk... Stel dat je door een wijziging zou komen, ben je over die tweede hobbel nog lang niet zomaar heen. Nou,
Even een reactie op, of een opinie op de vraagsteller ook. Ja, hij heeft eerder ingesproken in september 2014, december 2013. En ook toen werd de vraag neergelegd op de manier zoals die u nu vanavond ook heeft verwoord. En nogmaals, wat ik net ook al zei, een compliment voor de vasthoudendheid. En ook compliment geef ik toch maar voor de manier van beantwoorden van de vragen. Want wij zitten hier in de raad met enige regelmaat, maar je zult het maar even moeten doen. Compliment. We verschillen misschien van mening over een aantal onderwerpen, maar dit is toch echt prima. De vraag die u stelt heb ik overigens heel goed begrepen. Die begreep ik ook in 2013 en 2014 wel hoor. En het antwoord van de raad kon toen en kan ook nu bijna niet anders zijn van wat er toen ook is gezegd. Want het blijft overeind, het probleem is die achterdeur. De achterdeur waar de wiet illegaal moet worden binnengesmokkeld nadat die eerder ook al illegaal is gekweekt. En laat ik daarbij vooropstellen dat ik een voorstander zou zijn van legalisering van gecontroleerde wietteelt. Eigenlijk een constructie zoals de heer Oosterveen ook voorstelt. Alleen die legalisering zal door de landelijke politiek in wetgeving moeten worden vastgelegd. Kortom, de gedachte spreekt me wel aan. De illegaliteit bij de achterdeur houdt me tegen om volmondig ja te zeggen. En neem niet weg dat ik het voorstel interessant vind. En ik zou u dus ook willen uitdagen, dat staat ook een beetje achter mijn vragen. Want het inspreken van de wens voor een shop is één ding. De realisatie is nou echt even heel wat anders. Want als ik het goed begrepen heb, is er op het landelijke niveau, met name de VVD heeft daar een draai gemaakt onlangs, op dit onderwerp wel wat ruimte aan het ontstaan. En zijn er mogelijkheden om te zoeken naar oplossingen. En in dat licht zou ik de initiatiefnemer, de heer Oosterveen, het volgende willen vragen. Zou u bereid zijn om het wat meer concreet te maken met financiering, bedrijfsplan, mogelijke locatie, alles wat daarmee samenhangt? Want als dat leidt tot een in mijn ogen realistisch ondernemingsplan, dan ben ik als raadslid namens de PvdA best bereid ook een stap te doen. En in dat geval zou ik het college, en mede in het bijzonder de burgemeester die daar aan verantwoordelijk voor is, de ruimte willen bieden om met u op basis van de plan te onderzoeken of er überhaupt de mogelijkheid is om die nuloptie te wijzigen en wellicht te kijken naar een exploitatievergunning. Misschien dat het college die ruimte helemaal niet wil, dat zou kunnen, maar ik geef nu even antwoord op de vraag van de heer Oosterveen. Als hij met een concreet, goed uitgewerkt en robuust plan zou kunnen komen, dan zou ik bereid zijn om de nuloptie vanuit het perspectief van de PvdA ter discussie te stellen. Dat legt, en dat moet hij zich goed realiseren, de bal helemaal bij hem. En of het iets oplevert is maar zeer de vraag. Maar levert u dat niet op, dan is het ook wat mij betreft, dan bent u wat dat betreft ook geen gesprekspartner meer. Kortom, samengevat, pleidooi is hetzelfde. Ik heb niet zoveel nieuws gehoord. Mijn antwoord is formeel ook hetzelfde. Nee, illegaliteit gaan we niet zomaar toestaan. Maar u mag van ons een open houding verwachten om u de ruimte te bieden om alsnog te zoeken naar een mogelijkheid voor uw idee. En daarvoor is een sluitend en goed onderbouwd ondernemingsplan vereist. Ik hoor het graag. Dank u wel, meneer Wildvank. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. In ons coalitieakkoord en in het verkiezingsprogramma van het CDA staat vermeld dat wij tegen coffeeshops zijn. Onze mening is naar aanleiding van dit burgerinitiatief niet veranderd. De CDA-fractie is nog steeds van mening dat het niet past bij het karakter van de gemeente Dalfsen en dat het eerder een aanzuigende werking heeft. Afgelopen tijd hebben we binnen de gemeente Dalfsen volop ingezet op gezondheid. Roken past daar volgens ons niet echt bij. Daarnaast heeft ons de afgelopen periode geen nieuwe informatie bereikt op basis waarvan wij ons besluit willen heroverwegen. We moeten niet doen alsof drugs veilig is, maar juist voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken. De CDA-fractie wil daarom opnieuw aandacht vragen voor voorlichting op het gebied van drugsgebruik. Het blijft onze rol om onze inwoners in een vroeg stadium te informeren over gevolgen van het gebruik van deze genotsmiddelen. Het mogelijk duidelijk zijn dat wij de burgemeester dan ook niet verzoeken om het nulbeleid te heroverwegen. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Allereerst ook van onze kant uit complimenten aan de aanjager van het burgerinitiatief, de heer Oosterveen. Ondanks herhaaldelijke pogingen het onderwerp via het spreekrecht op de agenda te krijgen van deze raad, is het hem via het burgerinitiatief wel gelukt. Dan inhoudelijk. Een coffeeshop in Dalfsen, moeten we dat willen? Nou, laat ik er kort over zijn. De VVD vindt een coffeeshop binnen onze gemeentegrenzen lastig en iets wat we niet moeten willen om de volgende redenen. De volwassen softdrugs, dat die softdrugs gebruiken, is op zich geen probleem. Het mag immers, als het niet leidt tot overlast, beschouwen we dit net als het gebruik van alcohol. Iets wat, wat mensen zelf moeten weten, maar gebruik met mate. De problematiek van jongeren onder de 18 jaar speelt wat ons betreft niet mee voor het verhaal rond de coffeeshop.
Want deze mogen immers niet in de koffieshop komen. Om een koffieshop te realiseren moet er eerst sprake zijn van een probleem. Dat zien we ook overal terugkomen. Het CCV stelt dit ook zo. En dan hebben we het over veel overlast waar je als gemeente niet of moeilijk op kan acteren of handhaven. Nou, wij zien nu niet dat er sprake is van problemen op dit vlak. Tenminste niet van die aard dat er een noodzaak is om een koffieshop te realiseren. Consumenten kunnen nu terecht in Zwolle, dus op 14 kilometer afstand. En Demersvaart, 25 kilometer afstand. In Zwolle zijn plannen om de bestaande koffieshops uit te breiden naar 5. En Zwolle positioneert zich ook een beetje als een soort regiofunctie op dit gebied. Daarmee zien we ook dat een koffieshop in Dalsen niet nodig is. Het hebben van een koffieshop brengt een aantal problemen met zich mee. Verkeer, geluidsoverlast en ook hier straathandel. Hiervoor is extra handhavingscapaciteit nodig. We zien dat we nu al moeite hebben om de aanrijdtijden van de politie te halen. Laat staan als we er nog een koffieshop bij gaan zetten. Dan zoeken we de problemen wel op. De koffieshop slokt daarmee een deel van deze capaciteit op. We zijn een plattelandsgemeente waar we de problematiek die koffieshops met zich meebrengen er niet bij kunnen hebben. Daarnaast zit hier nog een principieel punt achter en dat is vanavond ook al meerdere keren over gesproken. Hoe kan je een koffieshop legaal gedogen terwijl de achterdeur nog niet gelegaliseerd is? Naar onze mening geef je criminelen hiermee extra speelruimte. Samenvattend, wij zijn tegen herzien van de nuloptie. We stemmen dus niet in met het voorstel. Wel willen we de initiatiefnemer nog wel iets meegeven. Ik kan zien dat dit echt een roeping is voor u. Dalsen wordt er dan misschien niet, dat zullen we na vanavond zien. Maar met uw bevlieging en passie zie ik u wel slagen in een andere stad. Of misschien wel met een ander product. Dank. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, de Oosterveen heeft veel antwoorden gegeven. Ik moet zeggen, hij heeft zijn huiswerk gedaan. Dat is nog niet gezegd dat het huiswerk goed is, maar hij heeft het in ieder geval gedaan. Hij heeft laten zien dat hij er naar heeft gekeken. Daar wil ik zeker complimenten voor geven. Wij hebben erover nagedacht, natuurlijk al langer. Het is al vaker op de agenda geweest. Het is vaker in onze fractie geweest. En we hebben er moeite mee om aan de ene kant te zien dat we van alles doen om roken en alcoholgebruik of misbruik onder jong en oud te voorkomen. Daar zetten we beleid op. En nu zou je dit gaan toevoegen. Het past niet bij onze overtuiging. Het past volgens ons ook niet bij het ingezette gemeentelijke beleid. Bovendien, wat een grote rol speelt, is de achterdeurproblematiek. Die is illegaal. Dat werd net ook door de VVD gezet. Dat is voor ons ook een heel groot probleem. En de burgemeester zei net ook altijd, het is multiproblematiek onder de 18 jaar. Dus je lost echt het probleem niet op door een koffieshop in het dorp te positioneren. Wij zijn er dus ook niet voor om de nuloptie te heroverwegen. Dus we willen dat echt niet. Dat hebben we al vaker gezegd en dat is ook steeds ons beleid geweest. Ik snap alleen niet de Partij van de Arbeid die het nou weer precies omkeert. Want u zei net een heel mooi verhaal van, je moet eerst de nuloptie vaststellen. De nuloptie heroverwegen. Als je dat heroverweegt, dan kun je beginnen met een businessplan. Nu keert u het om en u zegt u moet eerst met een businessplan komen. Nee, zou u dat nog kunnen uitleggen? Want ik snap dat niet. Maar wij zijn dus niet voor heroverwegen van de nuloptie. Wilt u kort toelichten, meneer Wilson? Ja, dat wil ik wel toelichten. Ik snap de verwarring wel een beetje, maar het gaat mij er nu even om. Ik zou pas serieus willen nadenken over een heroverweging van de nuloptie. Als op voorhand, geef ik direct toe, door de initiatiefnemer kan beter kan worden onderbouwd met een ondernemingsplan van hoe hij denkt het te gaan doen. Het gaat mij er dus even om dat met de manier van aanbrengen zoals het nu gebeurt te vaag en te gemakkelijk is. Ik weet niet of dat voldoende antwoord op uw vraag is. Ik zou gewoon eerst van zijn kant meer concreet willen zien hoe hij denkt het te gaan doen, alvorens ik überhaupt tot heroverweging van de nuloptie zou willen komen. Ik denk dat ik het begrijp, maar we denken daar anders over, dus ja, dat klopt. En dat mag natuurlijk. Meneer Raamaker, gemeente Belangen. Ja, ook van onze kant de complimenten. U hebt het al eens eerder aangehaald hier in de raad als rondvraag. En toen hebben we gezegd van het initiatief kunnen we niet steunen omdat we het coalitieakkoord hebben getekend samen met het CDA.
Wij zullen dit initiatiefvoorstel dus ook niet steunen en gaan dus niet heroverwegen om het toch weer op de agenda te krijgen. En ons houden aan het nulbeleid in de gemeente Dalfsen. En wel om de volgende reden. De aanzuigende werking en overlast in de buurt. De kinderen die je niet in aanraking wilt laten komen met cannabis, onacceptabel, werd mij vanmiddag nog verkondigd. Landelijk ontsporen 500 jongeren per jaar, geen baan, geen toekomst. Psychische problemen worden probleemgevallen in de maatschappij. Jelnik Kliniek leidt tot hersenschade, dus daar kunt u op kijken. En ik heb ook een deskundige gesproken van drugsexpertise in Nederland, dus die weten wel waar ze over praten. De medische behandeling is bij de huisarts en de apotheek de beste optie. Ouders en kinderen en scholen willen niet een coffeeshop in de buurt. Ondernemers zitten niet op te wachten in Dalfsen op dit soort bedrijven. Ook onze oudere mensen, onze senioren, die willen graag rust in de buurt. En rustig kunnen winkelen in Dalfsen zonder alle verkeersproblemen. Nulbeleid in het coalitieakkoord heb ik al genoemd. We hebben daar een handtekening voor gezet en daar houden we ons aan. En ja, ik ben vanmiddag erg geschrokken van die man die zegt, het is geen grasprietje wat er verkocht wordt. En dat zijn dus uitspraken van deskundigen, waar we ons als gemeentebelangen helemaal bij aansluiten. Een veilige en een rustige en een groene omgeving maakt Dalfsen tot een geweldige mooie gemeente. En dat willen wij graag koesteren en zo houden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Er is al veel gezegd. De complimenten zijn al gegeven. Daar sluit ik maar bij aan. Meneer Raamaker heeft het over de toenemende werkzame stof, denk ik, in de hash. Als je dat vergelijkt met 30 jaar geleden, waar het toch relatief onschuldig was. De nederwiet is die nu, heeft hier een heel hoog percentage werkzame stof. En is het echt wel een serieus middel. Sluit mij ook aan bij de opmerking van het CDA. Te veel drinken is niet goed. Roken is niet goed. Te veel wiet gebruiken is ook niet goed. Het is allemaal niet goed. En per saldo, als ik de conclusie zou moeten trekken over het nulbeleid, zou ik zeggen, ik zou ervoor zijn om het nulbeleid af te schaffen als er legaal wiet verbouwd wordt in Nederland. Dus dat betekent dat je landelijk een besluit moet hebben dat je ook aan de achterdeur legaal wiet kunt verkrijgen, zoals je dat ook met alcohol en sigaretten hebt, dat je keurig belasting betaalt. Alles wat iets meer zei, dan zou ik er zonder meer voor zijn om onmiddellijk het nulbeleid af te schaffen, maar onder deze omstandigheden niet. En zeker niet als ik dan een antwoord hoor van ja, eigenlijk zou in alle kernen een coffeeshop moeten komen om aan deze vermeende problematiek een eind te maken. Dat zie ik al op dit moment helemaal niet zitten. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Ik concludeer dat de raadscommissie unaniem het nulbeleid, zoals dat nu wordt voorgesteld om te heroverwegen, niet wil heroverwegen. Ik wil meneer Oosterveen wel in de gelegenheid stellen om kort, niet individueel, maar kort te reageren. En daarna zal ik proberen samen te vatten. De achterdeur is wat ik meerdere malen heb horen terugkomen. Maar het nieuwe kabinet heeft aangekondigd om met experimenten te beginnen voor legale wietteelt. Dus die mogelijkheid is er gewoon. Als de burgemeester ons als gemeente zijnde aangeeft, dan kunnen wij een coffeeshop realiseren die op legale wijze aan zijn product komt, waarbij men gewoon netjes belasting betaalt. De aanzuigende werking. Ja, ik vind dat echt vrij hypocriet, want aan de ene kant wordt er gezegd van, we vinden het onwijs erg als mensen uit bijvoorbeeld Ommen naar Dalfsen zouden komen voor cannabis, maar wij stimuleren, dat was net ook aangegeven, om onze eigen burgers naar regio's als Zwolle te laten gaan. Dat is meten met twee maatstaven. Dat is wel wat ik te melden heb. Dank u wel voor deze reactie. Ik vat samen dat het een koffieshop in de gemeente Dalfsen niet als oplossing wordt gezien van de overlast, voor zover die aanwezig is. De cijfers zijn daarover nog niet helemaal duidelijk en ook nog niet voldoende geanalyseerd. Niet alles zal ook bekend zijn dan wel bekend worden. De achterdeurproblematiek is nu nog niet helder. Er wordt een experiment, tenminste ik heb het ook gehoord dat er een aankondiging is gedaan om een experiment in gang te zetten om in ieder geval die illegale wietteelt te legaliseren. U heeft een oproep gedaan aan de burgemeester, voor zover dat mogelijk zou kunnen zijn. U heeft een uitdagende
oproep gehoord van meneer Wils van de Partij van de Arbeid om met een dichtgetimmerd plan te komen. Voor nu concludeer ik dat we de nul-optie niet zullen heroverwegen. En daarmee is het voorgesteld wordt het besluit om de burgemeester niet te verzoeken tot heroverweging. Daarmee kunnen we het voorstel als akkoordstuk naar de raad doen als we niet toevoegen aan het voorstel. En ik vraag u daarmee instemmen. Ik heb een vraag over het voorstel wat u nu doet, want volgens mij gaat dat in tegen het voorstel zoals het geformuleerd staat. Het voorstel zoals het geformuleerd staat, moet ik even goed lezen. Kun je het even op scherm zetten, griffier. De burgemeester te verzoeken het nuloptiebeleid te heroverwegen. Dat is het voorstel. Maar wij gaan de burgemeester niet verzoeken het nuloptiebeleid te heroverwegen. Dus is het niet een akkoordstuk? En dan is het orden. En daarmee. Het mag ook tegenstemmen. We laten het ongewijzigd voorstel zijn. En daarmee mag u stemmen volgende in de raadsvergadering. Ik denk dat dat ook een goede actie is. En meneer Oosterveen, ik dank u hartelijk voor uw toelichting, uw beantwoording. Ik heb een nieuw woord geleerd. Stronken, stoomd en dronken. Ik had er nog niet van gehoord. En daarmee sluit ik agenda punt 4, burgerinitiatief, coffeeshops in de gemeente Dalfsen. Ik schors de vergadering voor een kopje koffie en ik stel voor om om 9:00 precies te hervatten. Dank u wel. Aan de vergadering hervatten. Hierbij open ik het tweede gedeelte naar de pauze. We gaan over naar agenda punt 5. Verordening participatieraad 2017. Meneer Uitslag is behandelend portefeuillehouder. Voorbereidend besluitvormend. 2 jaar na de inwerkingtreding van de verordening participatieraad. En die heet formeel participatieraad gemeente Dalfsen. Is het functioneren van de participatieraad en het effect op het beleid van de gemeente Dalfsen geëvalueerd. En uit die evaluatie is in oktober 2016 heeft die plaatsgevonden. Hebben we in de raadscommissie gesproken op 16 januari. En er is een aantal aanbevelingen gedaan. En die hebben gevraagd om aanpassing van de verordening. Behandeling in 2 ronden. Graag uw vragen als eerste en daarna hoor ik graag uw opinie. En zal ik proberen samen te vatten voor zover dat nodig is. Zijn er nog vragen naar aanleiding van het voorstel? Meneer Veldhuis heeft 2 vragen, zie ik. Dank u, voorzitter. Ja, klopt. Als eerste, ik heb even in het raadsvoorstel wordt gesproken over de kosten 51.500. Waar ik even benieuwd ben, ik kan nergens terugvinden waar die kosten uit bestaan. Ik kan ze ook overheen gelezen hebben. Maar ik lees dat de leden alleen een onkostenvergoeding krijgen. En ik neem niet aan dat dat die 51.500 is. Maar misschien kunt u daar iets meer toelichting op geven. En een andere vraag die ik heb is, van we gaan nu van maximaal 20 naar maximaal 15. Kunt u misschien iets zeggen wat het minimaal aantal is wat we nodig hebben om een participatieraad te laten functioneren? Dat waren mijn vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Zijn er nog meer vragen? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Hele korte vraag. Is dit voorstel zoals het er nu ligt eigenlijk afgestemd met de participatieraad en zo ja, stemmen die ermee in? Dat bleek me nog niet zomaar uit de stukken die daar werden overlegd. Heldere vraag, dank u wel. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hadden dezelfde vraag. En dan even opgesplitst in betreft een van de veranderingen die betreft de benoeming van leden van de participatieraad door de raad zelf in plaats van door het college. Selectie zal plaatsvinden op basis van een competentieprofiel. De eerste vraag is, conformeren de nieuwe leden zich ook aan dat profiel en worden ze op werken volgens dat profiel dan ook beoordeeld? En de tweede vraag, in het uitvoeringsplan staan een aantal verbeterpunten en heeft de participatieraad zich hiermee akkoord verklaard? En dat sluit aan bij de vraag van de Partij van de Arbeid. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een klein vraag. Hij is een beetje technisch, maar ik kon vanmiddag niet meer. Ik had geen tijd meer om te bellen. In het stuk, het voorstel staat bij communicatie dat er een nieuwe naam komt en dat er in een nieuwe site zal worden meegedeeld. En ik kan het verder nergens in het stuk terugvinden. Dus ben ik benieuwd wat ermee bedoeld wordt. Dank u wel, voorzitter. En mevrouw Kappert, gemeente Belang, heeft ook nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een technische vraag niet zozeer, meer een vraag over het proces. Inhoudelijk geen vragen die zijn gesteld. 17 oktober 2016... is het rapport gepubliceerd. In januari hebben wij het besproken. En vervolgens is het oktober 2017. En we hebben de verordening voor ons liggen. Wij vragen ons af, wat maakt dat daar een jaar voor nodig is? Dank u wel, mevrouw Kappert. Daarmee zijn de vragen gesteld. Ja. Meneer Uitslag, mag u vragen tot beantwoording van de vragen? Dank u wel, voorzitter. Misschien even beginnen met de technische vraag, communicatie over een nieuwe naam. Ik weet niet goed waar het staat in de stukken. Er is wel over een nieuwe naam gedacht, maar uiteindelijk is besloten om de naam Participatieraad te behouden. Ten meer ook omdat het wel goed aansluit bij ons loket samen doen. Hè. Dat het dus veel samen en doen uitstraalt. En het ook gewoon als naam... gewoon een merk aan het worden is. En we kunnen een nieuwe naam gaan bedenken. Hè? En dan wordt het misschien een hele lange naam die ook niet zo goed gaat bekken. Wordt het weer een afkorting. En voor je het weet heb je weer iets nieuws bedacht. Met heel veel energie om daar heel veel communicatie in te steken. Dus de naam blijft gewoon Participatieraad. Voorzitter, want de wethouder zegt ik weet niet zo goed waar ik dat moet vinden. Maar het staat in het voorstel. Om het kopje communicatie. In het voorstel. En dat komt niet terug, vandaar ook mijn vraag. Ik denk ik verduidelijk het even. Ja, het laatste stukje van de naam. Dat was oorspronkelijk, daar staat hier foutief. Want zoals u kunt zien in de verordening zelf, heet hij ook gewoon nog steeds Participatieraad. Voor de rest staat gewoon, als de verordening zelf wordt aangepast, dan gaan we het communiceren enzovoort. Het laatste dus, stukje zin moet verwijderd worden. De financiën, waar zijn die voor? It beats me, zou ik bijna zeggen. De grap is wel, en dat straalt ook een beetje antwoord op CDA. De Participatieraad is een zelfstandig orgaan. We hechten eraan, we hechten aan het belang van de adviezen wat ze geven. En daarmee hebben ze ook een grotere zelfstandigheid dan ze voorheen hadden. Ze gaan ook zelf dus leden benoemen, ze worden ook zelf verantwoordelijk voor een aantal zaken. En ze mogen voor een deel zelf bepalen waar ze geld aan uitgeven. Doen we dat op basis van jaarplannen? Ja, natuurlijk. Maar het is niet zo dat we ze aan de hand meenemen. Het is dus echt wel een steviger orgaan aan het worden met deze verandering. En daar juich ik toe. Ik ben er zelfs erg groot voorstander van. Op deze manier hebben we een participatieraad waar we misschien wel last van gaan krijgen in de toekomst. Maar goed, dat is dan ook het doel van die participatieraad om ons scherp te houden. We hebben het eerder gehad over de ombudscommissie. Nou, die zal op den duur wellicht kunnen uitfaseren als deze participatieraad volledig is ingebed. Hè, en de transformatie volledig doorgezet is. Maar dat vraagt dus een stevige participatieraad. En dat hebben we met deze nieuwe verordening ook willen neerzetten. En natuurlijk, zowel de VVD of de PvdA als CDA. Maar natuurlijk hebben we afgestemd met de participatieraad. Als ik net vertel dat we juist hun meer power willen geven en meer in hun kracht willen zetten. Dat beslis je niet uit je bureau of achter je bureau, maar dat ga je juist in overleg doen. Dat heeft tijd gekost, mevrouw Kappert. Waarom precies een jaar? Ik weet het niet. Zo lang zit ik hier nog niet eens. Dat klinkt flauw, maar... dat heeft voor een deel te maken met die stoelwisseling. Dus dat ik opgekomen ben. En ook dat we die gesprekken juist wilden voeren. Ik hecht meer aan een zorgvuldig proces. Hè. We hebben ook wel gesprekken gevoerd van hoe zien we dat nu met elkaar. Er zit allemaal verklaring tussen van vakanties enzovoort. Maar hij ligt er nu en daar ben ik eigenlijk dolgelukkig mee. En ik kan ook niet wachten om dat ding. Maar goed, dan loop ik vast vooruit op de tweede ronde. En de raad goedgekeurd te krijgen, zodat we hiermee ook mee aan de slag kunnen. Maar dat is al een stapje vooruit. Het competentieprofiel vaststellen. Het antwoord gaf ik net al een beetje. De participatieraad wordt een soort een eigen onderneming of een eigen
club die dat zelf gaan vaststellen. En ja, natuurlijk als je erop geworven wordt, dan is dat ook waar je aan te houden hebt. En daar ga je met elkaar ook jezelf over beoordelen. Ja, de voorzitter heeft er een duidelijke rol in. Maar de participatieraad zelf heeft natuurlijk ook een soort hygiënewerking waar ze elkaar op aanspreken. En het uiterste geval, dat het echt helemaal, als het echt een zootje wordt, nou, dan kunnen we ingrijpen. Maar dat kent u van ons, zo proberen we al die partijen die op afstand staan, toen is het vrijheid met ergens een noodrem. Maar anders gaan we elkaar echt alleen maar tot last zijn. Het minimum aantal leden, voorzitter, ik weet het echt niet. Wellicht dat er zelfs een minimum in staat, maar dat heb ik even niet scherp. Dus daar wil ik best later op terugkomen. Maar ik zal op dit moment even geen antwoord op weten. Volgens mij heb ik van alle vragen gehad. Ja, volgens mij ook. Heeft u voldoende antwoord op uw vragen genoemd? Ik zie geen lampjes meer, dan wil ik graag uw opinie horen. Wie mag ik als eerste het woord? Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, de participatieraad heeft zichzelf in de eerste 2 jaren van haar bestaan wat ons betreft voldoende bewezen. Uit de evaluatie van eind 2016 kwam een aantal aanbevelingen naar voren en die zijn helder verwerkt in de voorliggende nieuwe verordening. Of de wens om voldoende focus aan te brengen ook daadwerkelijk zo uitpakt zal moeten blijken. Dat het aantal leden van de raad wordt teruggebracht van 20 naar 15 lijkt ons logisch en beter werkbaar. Op basis van de antwoorden van de wethouder op onze vragen zojuist gaan wij ervan uit dat er voldoende waarborgen zijn dat de nieuwe verordening een kwaliteitsstandaard biedt waarop Dalfsen kan vertrouwen en dus kan bouwen. Het CDA is voorstander van minder regels voor en minder overheidsbemoeienis met de leefwereld van onze inwoners. Meer verantwoordelijk voor en meer eigen beslissingsruimte over de eigen leefomgeving in de breedste zin van voor onze inwoners dus. Dit voorstel past daar prima in. Wij wensen de participatieraad veel succes met haar werk binnen de verbeterde verordening. En als er geen gekke dingen gebeuren, dan gaan wij instemmen met het voorstel. Dank u. Gekke dingen. Spannend. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik ga het kort houden. Op zich een goed voorstel. Ik ben ook blij te lezen dat de participatieraad, dat het goed met de participatieraad gaat. Vind het ook goed om te horen dat het inderdaad aankennelijk is afgestemd met ze. Ja, dat had ik wel aangenomen, meneer Uitslag, maar ik las het nergens en daarom even de vraag. En ik had ook nog gevraagd, zijn ze het ermee eens? Daar hebt u nog geen antwoord op gegeven, maar nu doe ik dan even de aanname dat ook daar het antwoord ja op zal zijn. Als het niet zo is, hoor ik het graag nog even. Ik ben direct voor het versterken van de onafhankelijkheid van de participatieraad. Het aantal leden, ja, daar kan je over mening verschillen, maar dat laat ik maar even in het midden. Dus ik ben wel blij in ieder geval met de beweging die is gemaakt dat de benoeming van de leden in ieder geval veel meer binnen de participatieraad, of helemaal binnen de participatieraad, blijft. Dus wat ons betreft, prima voorstel, akkoord. Dank u wel. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. De participatieraad, zoals wij die in Dalfsen kennen, is een stevige club met veel taken en vele oren en ogen in de samenleving. Deze aangepaste verordening lijkt 2 hoofdlijnen te kiezen. En de ene lijn is het inkaderen en afbakenen van taken, waar advies, waar eigen actie en een goede afstemming met de gemeente. En de tweede lijn, dat is al eerder genoemd, is het versterken van de onafhankelijkheid van de gemeente. Onder andere door het zelf benoemen van nieuwe leden. In deze beide lijnen kunnen wij ons prima vinden. Tot slot zijn we blij dat er halfjaarlijkse rapportages komen en dat die weer worden meegenomen in de rapportages naar de Raad. Wat onze fractie betreft een juiste aanvulling in de informatievoorziening naar de Raad. Wij kunnen dus prima instemmen met deze nieuwe verordening. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, zoals mijn voorgangers ook al zeiden, de participatieraad heeft zich hier in Dalfsen inmiddels heeft goede wortels gekregen en heeft zichzelf wel bewezen. En we zien dan ook dat de verbeterpunten en adviezen uit het rapport, uit het evaluatierapport, zijn doorgevoerd in die nieuwe verordening. En daar zijn we blij mee. Blijft voor mij de vraag nog niet helemaal goed beantwoord waarom dit een jaar duurt. Ik wil echt wel graag oprecht in meer inzage in hoe zo'n proces loopt. En dan is een vakantie hier en daar voor mij geen reden om het een jaar te laten duren. Wisseling van wethouders snap ik.
Maar het is echt een serieuze vraag. Dus ik wil daar wel wat meer inzicht in krijgen waarom bepaalde processen een bepaalde tijd nemen. Maar dat aan de zijlijn maakt niet dat wij, laat ik het zo zeggen, dit mag als akkoordstuk naar de raadsvergadering, voorzitter. Wij gaan hiermee akkoord. Dank u wel. Wat gemeentebelangen betreft dan. We gaan verder met meneer Rooijakkers, D66. Nou, ik zal u geruststellen, voorzitter, wat mij betreft ook. En ik had ook die vragen over of de participatieraad dit had gezien en mee in had gestemd en zo. Dus ik heb iemand van de participatieraad gebeld en die heeft me dat bevestigd dat het zo was. Dus ik kan ook de Wildvank geruststellen dat het zo was. En ik ben blij met de vermindering van het aantal mensen in het algemeen. Mits de participatieraad zelf ook vindt dat het representatief is. En de governance vind ik ook prima. Legt ook discipline en verantwoordelijkheid bij de raad zelf. En dat vind ik een goede zaak. En ik wens daar veel succes mee. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, het meeste zei ik ook al gezegd. Wij zijn tevreden met het functioneren van de participatieraad. Ook wij vinden dat ze goed zijn verankerd in de samenleving van Dalsem. En nou, het is denk ik ook goed dat om het aantal terug te brengen van 20 naar 15. Dus wij gaan akkoord met deze nieuwe verordening. Dank u wel, meneer Veldhuis. En daarmee concludeer ik dat unaniem de verordening zoals die nu voorligt, participatieraad, akkoord is en als akkoordstuk naar de gemeenteraad gaat. Ik heb een toezegging van meneer Uitslag gehoord om in het raadsvoorstel onder het kopje communicatie de laatste zin te schrappen. Ja, dat lijkt me goed. Maar voorzitter, ik heb zojuist ook nog twee vragen gehoord naast het akkoord wat ze daarbij gaven. Dus als het mogelijk is, dan wil ik er toch even antwoord op geven. Als u me toestaat, anders dan natuurlijk niet. Nou, de vragen waren in de eerste ronde geïnventariseerd en beantwoord. Dus daar waar vragen gesteld zijn in de... Nou, de vraag was van de Partij van de Arbeid of de participatieraad ook akkoord was. Ja, en ik had het inderdaad niet opgenomen. Ik zou bijna zeggen, goes without saying, dat we afstemmen met de participatieraad. Nou, had misschien wel explicieter gekund. Participatieraad is akkoord. Nou, dat heeft uw buurman u ook al bevestigd. En waarom zo lang? Het is hier in januari besproken. Hè, dus niet een jaar geleden. Ruim daarboven afgerond, zullen we zeggen. Dus het is... Januari, u weet dat toen de campagnes volgens mij ook al liepen. En heeft dus wel degelijk met de wethouderswissel voor een groot deel te maken gehad. Daarom is het zo lang geduurd. Ik kan het niet mooi maken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. En dan concludeer ik dat het als akkoordstuk naar de raadsvergadering zal worden overgeheveld. Dank u wel voor uw inbreng. We gaan naar agenda punt 6, streefbeelden omgevingswet. Meneer Agricola mag nu nog als wethouder zijn raadsvoorstel voorbereidend besluitvormend voor u begeleiden, proberen. En het gaat om de omgevingswet. En zoals het nu lijkt wordt die in 2019 of 2020, ik heb ook al 2021 gehoord zelfs, van kracht. De implementatie van de omgevingswet vraagt een behoorlijke inzet van de gemeente. Niet alleen met nieuwe instrumenten, maar ook met een cultuurverandering. En op 4 september heeft de gemeenteraad in een werksessie gekeken naar de ontwikkelingsrichtingen die we opgaan. En de bijbehorende streefbeeldennotitie, zoals dat met een mooi woord heet, ligt nu voor u ter besluitvorming. En ik wil ook weer eventuele vragen inventariseren en daarna hoor ik graag uw opinie. Wie kan ik het woord geven voor eventuele vragen, voor zover ze nog niet gesteld waren? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. We hebben 4 vragen. Misschien zijn er wel meer, maar 4 clusters. De eerste vinden we van groot belang, want dat heeft te maken met de positie van de raad in het geheel. Wij hebben geprobeerd naar het voorstel te kijken en gekeken naar... Je zou het kunnen zien als een stel schuiven die naar links of naar rechts kan zijn. Conservatief, progressief. Zeg maar links behoudend en rechts progressief. Kun je ook wel eens anders doen. Wordt de raad bij een progressieve instelling, dus als we veel willen veranderen, waar we niet bij voorbaat, a priori tegen zijn, niet buitenspel gezet. Wanneer en waar kunnen we dan nog op de rem trappen? En zijn de kaders voor ons dan helder? En komt de kwaliteit niet onder druk te staan?
Dat als eerste vraag. Dat is allemaal die positie van die raad en die kwaliteit van die besluitvorming. En nou ja, waar zijn de randen en de grenzen? De tweede vraag heeft te maken met handhaving. Dat is al jaren lastig. Hoe gaat het in de toekomst? Moet de capaciteit worden uitgebreid? Hoe krijgt dat zijn beslag? Derde vraag, en daar ligt ook wel een puntje van zorg voor ons. Hoe groot is de kans dat slimme, vlotte inwoners, mensen die het allemaal wat makkelijker overzien en kunnen, de iets tragere burger overroelen in hun snelle acties en ja, we mensen aan de zijlijn laten zetten of echt helemaal overroelen? En de vierde vraag heeft te maken met, stel dat je een case manager aanstelt en de case manager is ziek. Ja, het is gewoon een heel praktische vraag. Wat gebeurt er dan als die ziek is? Moeten burgers dan wachten voor de zaken overgedragen? Dus aan de ene kant hebben we het gevoel van, ja, dat is wel een richting die je zou moeten gaan. Maar ja, wat doen we met die zieke man of vrouw? Voordat we ons uitspreken over de richting. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Kouwens, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog ruim 3 jaar tot de inwerkingtreding van de omgevingswet. Staat nu gepland voor 1 januari 2021, is dit weekend bekend geworden. Staat er voor de komende jaren nog pilots of experimenten op het programma om onze werkwijze te spiegelen aan de nieuwe wet en om zo een vliegende start te maken voor de inwerkingtreding, of ziet de wethouder het zitten om zulke experimenten of pilots vorm te geven? Misschien loop ik al wat vooruit op projectplannen, maar we horen het graag. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ik kon te beginnen zeggen dat ik het wel een mooi stuk vind. Veelomvattend en nog niet zo makkelijk te doorgronden. Wel een mooi stuk. De heer Nijburg wil ik nog een keer uitleggen dat verschil links en rechts, maar dat komt op een ander moment nog wel even. Vragen die ik heb zijn... Kun je schuiven, hè? Oh ja. De vragen die ik heb zijn drie. Het eerste zit onder het kopje 5.1. Er wordt gekozen voor 2 participatietrajecten. Misschien kan de wethouder nog 1 keer toelichten waarom dat nou een voor de hand liggende keuze is. 5.2. Daar wordt een stelling ingenomen die op zich minst wat minimalistisch is. Alleen dat regelen wat echt nodig is. Op zich is die gedachte natuurlijk wel prima, maar op dit onderwerp, ruimtelijke ordening, is er niet voor niets een rol voor de overheid weggelegd. Want wat u mooi en vanzelfsprekend en een goed idee vindt, kan voor de buren wel eens heel anders liggen. En dan heeft de overheid die rol te vervullen. Dus minimaal regelen kon wel eens gedonden met de buren betekenen. Hoe kijkt u daarna? En dan onder het kopje participatie, eerlijk gezegd snap ik nog niet helemaal goed wat er nou bedoeld wordt met die faciliterende rol. Hoe kunt u dat iets beter duiden? Tot zover. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb 3 punten. Ik denk ook bij 5.2, maar in elk geval op bladzijde 10... wordt er gesteld dat de ruimte voor het college de ruimte van de raad krijgt om binnen de gestelde kaderstenen dan te doen. Maar er wordt ook verteld dat het college vergunningsaanvragen zelf kan beoordelen bij afwijkingen van het omgevingsplan. En dan kan de raad een adviesrol voor zichzelf vastleggen. Is het geen goed idee, ik zal het als een vraag formuleren, voorzitter, om meteen maar vast te stellen dat er een adviesrol voor de raad ligt bij afwijkingen van het omgevingsplan. En dan op pagina 13 staat er dat er geen actualiseringsplicht is. Dat klopt inderdaad en daarom moet je een cyclisch beleidsproces doen. Maar is het niet handig om het alvast af te spreken dat we dat regelmatig in de raad terug laten komen? En dan tot slot, is er in het omgevingsplan volgens ons ook ruimte om deelgebieden aan te wijzen waar je kunt differentiëren met de normen? Bijvoorbeeld op wijkniveau, bij de streefbeelden bijvoorbeeld, zou je kunnen stellen voor Oosterdalfse heb je andere omgevingsnormen dan voor Vechtvliet, ander type buurt enzovoort enzovoort. Dus dat soort dingen is misschien wel interessant om te bekijken. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Ik heb nog 1 laatste vraag. Waar wij een beetje naar op zoek zijn, is naar wat gaan we doen met de omgevingsvisie? Ik snap wel dat we zijn nu bezig met allemaal streefbeelden en allerlei instrumenten die we in gang gaan zetten. Maar gaan we op basis van deze streefbeelden nou een omgevingsvisie maken? Of komt die nog later in het traject naar voren?
Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Jutsen, gemeentebelangen. Dank u wel. Er zijn twee vragen van onze kant. Er zijn ook al veel andere vragen gesteld waar ik me ook wel achter kan scharen. We hebben gesproken eerder over pilots en meneer Kouwe sprak daar ook al over. Hoe staat het daarmee en heeft u al resultaten te melden? Want ik heb begrepen dat we al op bepaalde onderdelen eigenlijk al wat willen uitproberen. En de tweede vraag, het digitale stelsel, omgevingswet, dat moet in 2024 gereed zijn. Hoe gaan we daar in Dalfsen mee om en past dat in de planning om tot één loket te komen wat we toch graag willen voor alle aanvragen? Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Aantal vragen voor de wethouder. Hebt u mee kunnen schrijven zo snel? Ja, voorzitter. Ik heb een aantal vragen van technische aard, maar ik zal proberen om op alle vragen een antwoord te kunnen geven. Voor u ligt de streefbeelden en dat moet u zien als een hoofdkapstok. En deze streefbeelden die worden nader uitgewerkt in de programmaplan en projectplannen. En die zullen in mei 2018 weer voorgelegd worden aan de gemeenteraad. En het is ervan, dat is met dit antwoord, dat geeft ook heel, in principe antwoord op de vraag van de ChristenUnie. Positieraad. Ja, de raad, wij spreken, is dit asset. Dit is die hoofdstructuur waarin die erg uitgewerkt wordt. En de raad kan daar straks bij die uitwerking, kan in de verschillende kanttekeningen plaatsen wat voor kansen op willen. Willen ze behoudend zijn of willen ze progressief zijn? Met name hier hebben we in eerste instantie gezegd van, wij gaan bij spreken behoudend het traject in. En we willen ook niet bij spreken een koploper zijn, maar we gaan dus wel mee. En daarvoor hebben we ook die experimenteerruimte waar wij dus mee bezig zijn. En wat nu ook al, waar u ook besluiten heeft genomen in de vaststelling van het bestemmingsplan. Dus raad wordt zeer zeker niet buitenspel gezet. En daarom zal de raad ook straks heldere kaders moeten formuleren en ervoor zorgen dat die kwaliteit niet onder druk staat. Want dat is wel heel erg belangrijk. Handhaving in de toekomst, dat zal met name ook uitwijzen wat voor keuze de raad maakt. Maar handhaven, hoe je het went of keert, zal altijd bij spreken controle moeten zijn wat er gebeurt. En met name wat ik in de stukken heb gelezen, het is ook meer een kwestie van controle van achteraf. Maar daarbij houdt het niet in dat mensen hun gang kunnen gaan. Dan heb je natuurlijk ook altijd bij spreken de slimme bewoners en diegene die dus met name de trage burgers. Maar dat is ook dus een iets waar wij als gemeentelijke organisatie ook rekening moeten houden. Dat met name dus dat iedereen bij spreken gelijke kansen krijgt. En met name dat die groep die u noemt zeer zeker niet vergeten wordt. Nou, case manager, kijk, daar ben ik niet zo bang voor, want we werken straks met een programmamanager en een kernteam met een projectleider. Dus er is niet één persoon, wij spreken waar alles zit, we werken dus met een kernteam. Dus u hoeft er niet bang voor te zijn, als wij spreken deze persoon ziek is, dat het allemaal stil komt te liggen. Dan de partij van voorzitter, die laatste vraag. Het ging mij om als burgers bij het loket komen en ze willen iets voor elkaar krijgen. In die zin bedoel ik case manager. Niet in de zin van de hele omgevingswet. Nee, maar in ieder geval, kijk, nu ook zo als mensen met vakantie zijn, dan is er ook een iemand bij spreken die de mensen verder kan helpen. En dat zal in een nieuwe situatie zal de CSC ook zijn. CDA die vraagt hoe staat het nou met het experimenten. Nou, zoals ik net zei, is met name in het verzamelplan zijn op duurzaamheid zijn regels meegenomen in het verzamelplan. Maar ook onder andere met het kappen van bomen. En daar hebt u een besluit over genomen. Maar we willen blijven experimenteren samen met u als raad. Dus daar stoppen we niet mee. Partij van Arbeid die gaat in op de vragen die naar eindelijk wat geschreven staat in paragraaf 5.2. Participatietraject. Zoals u, en dat hebben we ook getracht te verwoorden in het stuk, hecht u grote waarde aan participatie. En
dat hele participatietraject zal ook in die uitwerking verder worden uitgewerkt. Daarnaast heb je het over wat we minimaal met elkaar willen regelen. Ook daar, bij spreken, zult u in de uitwerking nog bij betrokken worden. Hoe ver wilt u gaan als raad? Dan D66. Thema vaststellen, advies bij raad en werking. Nou, dat is een punt waar bij spreken een besluit over zal kan worden genomen. Als bij die uitwerking niet aan de orde komt, dat de raad zegt van nou, wij zien met name op dit punt dat bij spreken dat we als raad daarbij betrokken worden. En dat de raad daar een adviseerde rol in kan krijgen. Differentiatie met de normen, dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Daar kan ik bij u schriftelijk op terugkomen. Dan de VVD, wat gaan we doen met de omgevingsvisie? Gaan we deze maken? Ja, de omgevingsvisie wordt bij spreken zeer zeker hier voorgelegd in de gemeenteraad. En daar gaan wij intern mee in de slag. Dan de pilots, hoe staat het ermee? Ik wil reageren, voorzitter. Meneer Veldhuis, ga u gaan. Kunt u aangeven wanneer dat in het traject zit? Zit dat vooraan in het traject of zit dat veel later in het traject? Weet u ongeveer? Dat zal ook in mei, in 2018, zal het hier bij u terugkomen. Dan de pilots waar de gemeentebelangen op doelt. Dat zijn kleine experimenten die zullen meegenomen worden in de verzamelplannen. Dus verzamelplannen buitengebied kennen we, beginnen we ook met verzamelplan kennen. Dus daar zullen die kleine experimenten in worden meegenomen. En daarnaast zullen we moeten blijven oefenen met de omgevingsplannen zoals die daar liggen. Ik kan u wel van zeggen van de wijze hoe wij daar nu mee bezig zijn in de gemeente Dalfsen. Zijn we toch bij het ministerie in de picture gekomen. En die willen met name Dalfsen ook als voorbeeld gebruiken, met name richting de Tweede Kamer. En op zich is dat wel op zich een positief teken. Maar kortom kunnen we zeggen, de pilots zijn positief verlopen. En dan in de digitale stelselomgevingswet. Daar is nog geen software beschikbaar om dit proces in goede banen te leiden, maar daar zijn we afhankelijk met name van de Rijksoverheid. Dus het digitale stelselomgevingswet is op dit moment nog niet beschikbaar, maar er wordt wel aan gewerkt. Dan uw laatste vraag. Ja, dat was het. Ik hoop dat ik het heb gehad, voorzitter. Ik had geen laatste vraag meer genoteerd. Wie wil nog reageren naar aanleiding van de beantwoording? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb inderdaad een vraag gesteld over die participatietraject. Dat was overigens 5.1 en mijn vraag was meer, waarom is er gekozen voor 2? Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar misschien kunt u daar nog iets meer over zeggen. 2 afzonderlijke participatietrajecten. En ik had nog een vraag gesteld over wat nou bedoeld wordt met de faciliterende rol van de raad bij die participatie. Dat was me in het stuk zoals het er stond niet helemaal duidelijk. Meneer Agricola, kunt u die beantwoorden? Daar kom ik schriftelijk even op terug. Die toezegging wordt genoteerd, meneer Agricola. Meneer Rooijakkers. Ik had nog een vraag gesteld over de actualisering. En het dynamisch document van te maken, zodat we dat ook kunnen agenderen als raad. We zien met name met de verzamelplannen dat we de actualisering direct meenemen. Blijven we doen. Voldoende beantwoord deze vragen. Mag ik u vragen om uw opinie? Geen opinie. Meneer Rooijakkers, D66. Nou, dank u wel. Ik hou het kort. Ik vind het een goed doordacht stuk. Belangrijkste dilemma's toegelicht. En ik denk dat het ook wel in de geest van de omgevingswet is zoals het is bedacht. En dat de keuzes die gemaakt worden minder regelen waar mogelijk en een breed participatietraject met ruimte voor de vergunning aanvragen, dat dat ook iets des D66's is. Dus ik kan daar alleen maar voor zijn.
Dank u wel voor deze positieve woorden. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Dank voor de streefbeelden. Het is goed te zien dat we de omgevingswet hier in Dalfsen, dat we die voortvarend aan het oppakken zijn. Deze zullen ons helpen om de omgevingswet goed te implementeren in Dalfsen. We blijven wel even aandacht vragen om goed te kijken naar de visie die we willen gaan neerzetten. En van daaruit ook te gaan werken. Dat moet volgens ons ook mogelijk zijn nu we deze streefbeelden hebben. En ja, misschien als wil ik het college wel meegeven, van ga vervolgens ook met de belanghebbenden om tafel om te kijken van hoe we deze visie vervolgens kunnen gaan realiseren. Ik kwam nog iets anders tegen vanmiddag toen ik hier wat meer aan het verdiepen was in het onderwerp. Dat is de bestuurlijke inpassing van de omgevingswet. En ik heb daar ook niet 1, 2, 3 een oplossing voor, maar wat gesteld werd is van we denken nu nog heel vaak, zeker als we naar het college kijken, vanuit portefeuilles. Straks bij de omgevingswet loopt dat allemaal door elkaar heen. Dat is misschien iets om mee te nemen als we daarna gaan kijken van hoe we dat bestuurlijk willen gaan inpassen in het bestuursmodel van de gemeente. Je zou kunnen denken aan gebiedsmanagers of ik moet even kijken. Tot zover. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. De vragen zijn kennis nemen van en instemmen met. Nou, kennis nemen van hebben we inmiddels gedaan. Instemmen met nog niet zomaar. Ik neem het wat mee terug naar de fractie, want ik vind ook het feit dat nu vragen schriftelijk beantwoord gaan worden, vind ik op zich wel prima. Maar dat maakt dat mijn beeld nog niet compleet is. En ik vind dus echt wel dat hier en daar de raad wel wat op afstand gezet wordt. En dat meen ik ook te horen in de vragen die de ChristenUnie stelde, maar de vraag voor mij is nog heel erg hoe de raad hier nou invloed kan houden op momenten waarop het doet. Want handhaving achteraf, alleen maar handhaving achteraf, daar hebben we inderdaad niet zo'n hele goede ervaringen mee. Want we zijn niet zo goed in staat als gemeente om dan door te bijten. Tenminste, ik kan me niet direct zo van die voorbeelden herinneren. Terwijl ik wel voorbeelden weet waar niet is doorgebeten. Dus ik zou heel graag daar nog even wat duiding van krijgen in eerste instantie van de vragen die ik heb gesteld. En ik neem het even mee naar de fractie om daar nog wat nader over op te studeren. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. De omgevingswet biedt volop kansen om van alles en nog wat beter te doen voor onze inwoners. Ruimte geven aan bruisende kernen door betere dienstverlening en oplossingen op maat. Alles met minder regels, administratie, lagere kosten, snellere procedures. Prachtig, prachtig verhaal. En hoewel we als CDA-fractie ervan overtuigd zijn dat we als gemeente zoveel mogelijk kansen moeten gaan benutten om het beter te doen, begrijpen we ook de aandacht voor valkuilen en bedreigingen. Tussen de regels van voorliggende notitie door lezen we dan ook een gezonde dosis van voorbehoud. En we moeten niet alles in één keer los willen laten. Een pilot zijn goede mogelijkheden om nieuwe werkwijzen uit te proberen. En inderdaad, zoals de heer Veldhuis ook aangeeft, het liefst met toekomstige gebruikers. De CDA-fractie voelt daarom ook voor een zogenaamd groeimodel. Zo hebben we dat maar vertaald. Vanuit bestaande werkwijzen steeds stapjes maken, beter en beter. En daar zijn we al mee bezig als je ziet hoe bijvoorbeeld participatie een steeds serieuzere positie krijgt binnen al onze werkprocessen. En volgens mij doen we het dan ook helemaal niet zo slecht. En moeten we het kind ook niet met het spreekwoordelijke badwater weggooien. De instrumenten van de omgevingswet sluiten dan ook perfect aan bij zo'n groeimodel. Als raad leggen we vast wat we echt belangrijk vinden, met als kern ruimtelijke kwaliteit. Hoe we het doen, dus met participatie en de procedures waarop. En met iedereen in positie, waaronder wij als raad. Als deze basis staat, kunnen we meer en meer ruimte geven aan onze inwoners. Dit vraagt een andere houding van zowel college, raad als ambtenaren. Die beter aansluit bij de behoeften van de inwoners in deze tijd. Schermen met de regels is er dan wat ons betreft ook niet langer meer bij. Het gaat bij elk initiatief allereerst om of we het echt willen en of het bijdraagt aan een mooie Dals. De regels, die komen dan later wel. De focus van de gemeente verschuift meer en meer van toetser naar begeleider-ondersteuner. Een arm om de schouder. En trouwens ook korte met te maken met misbruik. Dat hebben we ook al aangegeven bij de startnotitie omgevingswet. Belangrijk om wildgroei te voorkomen. En kortom, we vinden dus de omgevingswet een kans als aanjager voor een mooiere leefomgeving uiteindelijk. En dat wel op de Dalfse manier. Dus wel overwogen,
met behoud van het goede, maar vooral met elkaar. En we zien deze lijn dan ook graag terug in het programmaplan implementatie omgevingswet in de komende jaren mee aan de slag te gaan. Succes. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We hebben als raad in de streefbeeldensessie allerlei stellingen bekeken destijds en besproken. En volgens mij kwamen we daar redelijk tot de conclusie dat er een draagvlak is voor de gekozen richtingen. De participatie blijft natuurlijk een vraagstuk dat duidelijk naar voren moet komen in de toekomstige uitwerking. Wie kan wanneer nog voldoende inbreng geven? Er is echter nog veel werk te verrichten om tot een efficiënte en vooral effectieve invoering of zoals genoemd implementatie te komen van deze wet. Voorzitter, we hebben kennis genomen van de notitie en we stemmen in met de gekozen oplossingsrichtingen voor de streefbeelden vraagstukken. Dat is een mooi scrabblewoord. En we wensen de organisatie veel succes. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, Christen. Sorry, dank u voorzitter. Ze zeggen wel eens laat maar schuiven. Maar dat is nou precies wat we niet zo willen. Laat maar langzaam schuiven. Dus van dat conservatieve naar het progressieve. En waar het dan zit, meneer Wildvank, links of rechts, dat maakt met die schuifjes niet zoveel uit. Als je maar duidelijk hebt dat progressief en conservatief is. Oftewel, wij zeggen de strekking van het hele verhaal is oké. Wij voelen daarin wel mee. De richting is oké. Minder regels, meer mogelijkheden voor burgers. Daar zal zeker maatwerk een grote rol gaan spelen. Maar er is bij ons ook enige zorg. Als al die schuiven namelijk op progressief staan, dan loopt de raad het risico buitenspel gezet te worden. Althans, dat is het gevoel. Dat is een beetje ook in aansluiting van wat het CDA zegt. En we maken ons ook zorgen om de minder assertieve burger. En we vragen ons af of die niet de dupe zal worden. En dat is zeker een groep waar wij het graag voor opnemen. En daarnaast vragen we ons af of de kwaliteit van de omgeving bij minder regels ook daadwerkelijk gehandhaafd blijft. Dus we zeggen ja tegen de richting, we houden nog wat vragen en willen het graag nog even mee terugnemen in de fractie. Maar de insteek is wel positief. Dank u wel, meneer Nijburg. En daarmee concludeer ik dat de ChristenUnie nog een aantal besprekingen intern heeft te doen en de Partij van de Arbeid idem. Kan ik wel concluderen dat de meerderheid van de raad voor is en daarmee het een akkoordstuk is? Of wilt u nog als bespreekstuk terugzien op de raadsvergadering? Wordt er nog wat veranderd wat u betreft? Meneer Nijburg. Ja, wij gaan nog niet zomaar akkoord. We willen graag bespreken. Dus wat ons betreft is een bespreekstuk. En dat geldt ook voor meneer Wildvank, zie ik. En daarmee concludeer ik dat de meerderheid wel voor is, maar dat er nog een paar partijen op terug willen komen. En dus als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering eind oktober komt. Dank u wel voor de inbreng. Dank u wel voor de beantwoording. We gaan naar de zevende bestuursrapportage 2017, agenda punt 7. Als ambtelijke ondersteuning van harte welkom mevrouw Van de Hoek. Twee keer per jaar ligt er een integrale bijstelling van de begroting in de vorm van een bestuursrapportage voor ons. Nu is dat de tweede bestuursrapportage en die ligt ter besluitvorming voor ons met een nadeel van 140.000. Technische vragen zijn gesteld en zijn op het RIS geplaatst, het raadsinformatiesysteem geplaatst. En ik wil u vragen om daar waar nog vragen zijn deze kort te stellen en daarna hoor ik graag uw opinie. Wie heeft nog vragen? Meneer Royakkers, D66. Ik vind dat geen technische vraag. Het staat in een stuk dat de verzekering de waterschade dekt. Maar mijn vraag was eigenlijk wat we ervan geleerd hebben. Van het voorval. Zijn er maatregelen genomen ter voorkoming van dit soort zaken in de toekomst? Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor het antwoorden van de technische vragen die wij ingediend hebben. Maar naar aanleiding van deze antwoorden hebben we toch nog wel wat verdiepende vragen. Met betrekking tot de toerekening van de uren aan investeringen wordt aangegeven dat 72% van de begrote uren wel kan worden toegerekend en dat de problematiek nader wordt toegelicht in de werkgroep Planning en Controle. Dit vinden wij wat bijzonder. Wij als raad hebben een controlerende taak, niet de werkgroep Planning en Controle. Dus kan de wethouder dit nader toelichten?
Volgende vraag. Naar aanleiding van de septembercirculaire blijkt dat de begroting 135.000 negatief uit gaat vallen. Hierbij wordt vermeld dat er intern wordt gezocht naar oplossingen om het saldo weer positief te maken. Betekent dit dat er dus nog ergens ruimte zit? Kan de wethouder dit toelichten? Het aantal overnachtingen, dat is de derde en laatste vraag, is dalende conform de rapportage. In tegenstelling tot Ommen en Hardenberg, waar het aantal overnachtingen is gestegen, verbaast ons dit, gezien de investeringen en de inzet die wij de laatste jaren hebben gedaan op het gebied van recreëren in het Vechtdaal. Graag horen wij van de wethouder, al heb ik vanavond al wat ideeën gehoord, maar ik denk niet dat we die willen, hoe we die cijfers weer omhoog krijgen. Dank u wel, mevrouw Rameman. Heeft er nog meer vragen? Meneer Kleine-Koolkamp, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. Viertal vragen, waarvan twee eigenlijk terugkomen op onze technische vragen, omdat we daar niet helemaal duidelijk was wat de antwoorden betrof. Vraag 1. Bij onze vraag over septembercirculaire geeft u aan dat het saldo van de begroting niet uitkomt op 31.000 positief, maar 135.000 negatief. Wij nemen aan dat u hierbij het saldo van de jaarrekening bedoelt en niet de begroting. Vraag 2. Denkt u dit, en dat komt een beetje overeen met de vraag die het CDA stelde, denkt u dit negatieve saldo dit jaar nog te kunnen ombuigen en waar denkt u dan aan? Vraag 3. Contract met de accountant ligt een overeenkomst aan ter grondslag. Door de extra werkzaamheden en later instroom wegens het afscheid van de vorige accountant snappen we deze hoge kosten voor dit jaar. Maar voor de komende jaren zou de overeenkomst nog van toepassing moeten zijn. Vraag 4. Uw antwoord van nee op onze vraag in zaken begeleiding en participatie is ons niet duidelijk. Bij minder plaatsingen, CQ, detacheringen dit jaar, hebben we toch 105.000 euro meer uitgegeven voor begeleiding dan begroot. Het is dan toch ook aan te nemen dat als we meer plaatsingen, CQ, detacheringen hadden kunnen realiseren, er nog meer kosten geweest waren en het saldo vrij besteed daar in het sociaal domein nog minder geweest zou zijn. Dit waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Kleine-Koolkamp. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit aan bij een aantal vragen die CDA en gemeentebelangen hebben gesteld. Wat is het meerjarenbeeld van de septembercirculaire? Dan kan de wethouder zeggen van we hebben het hier over dit jaar, maar toch is het perspectief wel van belang van hoe je daarop moet gaan reageren. Daaraan gekoppeld ook de vraag van welke mogelijkheden ziet het college om dit laatste kwartaal nog binnen kaders te blijven. En valt daarbij ook een eventuele meeropbrengst van de lokale belastingen onder. Die wordt wel gesuggereerd, maar vervolgens niet ingeboekt. Dus we zijn benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Dan een passage over jeugdzorg. Meer en intensievere jeugdzorg. Extra middelen op te vangen binnen het sociaal domein. En daar wordt gerefereerd aan de vrij besteedbare stelpost. En misschien kan de wethouder ons even duiden van waar dat nou precies of in de begroting staat of in de eerste bestuursrapportage. Wij konden het zo gauw niet vinden. We hadden er ook een technische vraag over, maar ook daar was het antwoord niet echt op gegeven. Dan een ander punt, dat gaat over de blaffende hond zonder tanden. Dat is namelijk het handhaving van het hondenbeleid. Het lijkt erop dat het dit jaar volstrekt onvoldoende is uitgevoerd, want tot 26 oktober dit jaar mag er niet geverbaliseerd worden. Want we hebben daar blijkbaar niet de goede ambtenaren voor. En dat vanwege een of andere overstap tussen organisaties. Dat bevreemdt ons wat. Hoe kan zo'n handhavingsgat nou ontstaan? Is dit een verrassing of hebt u daar bewust voor gekozen? Dan het tempo van de huisvestingstatushouders. Denkt u dat de taakstelling inclusief achterstand 2016 nog gerealiseerd gaat worden? En de informatiebeveiliging, daar zegt u ook van, daar zullen we binnenkort over geïnformeerd worden, althans begin 2018, zo lees ik. Maar hoe staan we er op dit moment voor? Wat is uw beeld? En dan het vermogen om te investeren, dat is jaar op jaar toch wel een uitdaging. Onze vraag is, zitten daar problematische achterstanden in? Misschien dat de wethouder daar iets over kan zeggen. Zijn er nou zaken die echt funest zijn? Tot zover onze vragen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Zijn er nog? Ja, meneer Veldhuis, VVD.
Dank u, voorzitter. Ja, ik zit eigenlijk met één vraag. En misschien kunt u mij daarbij helpen, wethouder. Dat heeft misschien begrijp ik het niet goed, maar dat hoor ik dan graag. Ik zie namelijk in de bijlage de 23e begrotingswijziging. Daar staat dat de algemene reserve vrij besteedbaar afneemt van 6,9 miljoen naar 3,9 miljoen. In percentages neemt de reserve dus af met 44%. Daarnaast is de reserve de afgelopen 4 jaar ook behoorlijk afgenomen, maar we komen van 10,8 miljoen. Ik vraag me nu af hoe we dit allemaal moeten duiden. Is dit zorgelijk of maakt dat niet zoveel uit? Ik heb zelf namelijk het idee dat ons weerstandsvermogen hiermee behoorlijk aan het afnemen is. En daarnaast vraag ik mij af of deze situatie nu gewenst is. Zadelen we nu een eventueel volgend college of een volgende raad nu niet op met een erfenis en hebben ze straks minder mogelijkheden? Dus dat is even de vraag die ik daarover had. En over die accountantskosten had ik nog even een vraag. De accountant is hier binnengekomen met een aanbesteding. En in hoeverre kun je zeggen van, ja, accountant, je hebt gewoon te laag ingeschreven, jammer dan. Die kosten zijn voor jullie rekening, had je anders moeten inschrijven. Dat waren mijn vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Heeft de wethouder mee kunnen schrijven? Ja, knikt hij. Mag ik u vragen om de vragen kort te beantwoorden? Dank u. De ene laatste vraag van ChristenUnie, die heb ik niet mee kunnen schrijven. Informatiebeveiliging, was dat de vraag, meneer Nijkamp? Ja, correct, dat ging over informatiebeveiliging. U kondigde aan dat u daar in de jaarstukken 2017 op terugkomt. Maar dat wordt dan waarschijnlijk voorjaar volgend jaar. Is daar nu al iets over te zeggen? Hoe staan we ervoor? Goed, ik ga proberen de vragen die op mij van toepassing zijn te beantwoorden. Ik heb ook een paar vragen voor mijn buurmannen gehoord. De eerste vraag die is eigenlijk voor de burgemeester, maar die was afwezig. Verzekering waterschade, wat is er geleerd? Er zijn twee wijze lessen. Eén is vrij voor de hand liggend. Zorg ervoor dat je goed verzekerd bent. Maar die is erg voor de hand liggend. De tweede is, de oorzaak was te vinden in het knappen van een klein slangetje, onmogelijk, 15, 20 centimeter, waar geen waterslot voor zat. Dus wij hebben gemeen toch overal maar watersloten voor te gaan zetten. Dan mevrouw Rameman, 72% van de uren is toegerekend en u wilt weten waarom we dat naar de PSC-commissie willen brengen. Niet ter besluitvorming, maar dat mogen duidelijk zijn. Maar we hebben daar in de commissie van, of in de werkgroep, ik moet goed zeggen, planning en controle al een keer zijdelings bij stilgestaan, maar het betreft een ingewikkelde materie. En daarom is ons voorstel om dit eens een keer uitgebreid aan de orde te stellen in de werkgroep. Zeker niet ter besluitvorming. De septembercirculaire. Dat is ook gelijk een beetje richting gemeentebelangen. Misschien ook wel ChristenUnie. De septembercirculaire heeft een negatief effect op 2017. 2018 en verder een licht positief effect, maar licht. Het betekent dat we uiteindelijk uit gaan komen. En ja, strikt formeel is dit een voortgangsrapportage over de begroting, maar het is inderdaad het eindsaldo, het beoogde eindsaldo. Dat wordt nu geschat op min 135.000. U vraagt, is er nog ruimte, mevrouw Rameman? Ja, ik zie nog wel ruimte. Wij zien nog wel ruimte. Om een voorbeeld te noemen, de post onvoorzien van 80.000 euro, daar zit nog 60.000 euro in. En dat, ik stel me zo voor dat we dat ook niet meer gaan uitgeven. Zo zijn er nog een aantal mogelijkheden. Die worden nu onderzocht. En ik stel eigenlijk voor dat ik u daarvan op de hoogte stel. Als we daar, en dat zal ik dan schriftelijk doen, als wij daar meer informatie over hebben. Dan het aantal overnachtingen, dat laat ik even aan de heer Uitslag over.
contractaccountant. Er is geen officiële aanbesteding geweest, want wij zijn juist gebrouilleerd uit elkaar gegaan met de vorige accountant. En er is hier, ja, zeg maar, een ondershandse aanbesteding heeft er plaatsgevonden. Dat is contractueel ook allemaal niet helemaal gelopen zoals het zou moeten lopen. Vandaag heb ik wel een e-mail gezien dat de accountant zich wel meerjarig gebonden acht. Maar de kosten die zullen stijgen, dat is duidelijk. En voor dit jaar, voor komend jaar, zijn we in elk geval wel akkoord dat het uitgevoerd gaat worden, het onderzoek. Maar het bedrag is substantieel hoger, dat komt ook in de begroting tot uiting. De redenering van participatie en plaatsingen. Als u het goed vindt, dan... Ik kan wel gaan gissen. Ik weet dat er meer ingezet is op begeleiding van mensen. Maar de redenatie van als we dan nog meer plaatsingen zouden doen, zouden we dan nog meer geld kwijt zijn, dat durf ik niet te zeggen. Ik zou daar even onderzoek naar willen doen, meneer Klein-Koelkamp. En dan krijgt u, uw commissie, daar ook schriftelijk een reactie op. De ChristenUnie. Meer opbrengst van lokale belastingen niet ingeboekt. Nee, dat hebben we uit voorzichtigheidshalve niet gedaan. We zitten te wachten op de tweede voortgangsrapportage van het GBLT. De eerste voortgangsrapportage, vorig jaar bleek dat er een behoorlijke, met een mooi woord heet dat discrepantie, een behoorlijk verschil zat tussen wat men in de eerste verwachtte en wat er uiteindelijk in de tweede stond. Vandaar dat we gezegd hebben, nou, we gaan niet op basis van de eerste voortgangsrapportage van GBLT nu al winsten inboeken die straks misschien helemaal niet bestaan. Dus dan moeten we even afwachten op die tweede voortgangsrapportage. Maar wellicht kunnen we daar nog wat uitputten. Ja. Hondenbeleid is voor de andere buurman. Taakstelling vluchtelingen voor de heer Uitslag. Het vermogen van ons om te investeren, is dat problematisch? Zijn er problematische achterstanden? Zijn mij niet bekend. Zijn mij niet bekend. En informatiebeveiliging, daar staat hier ook wel wat over in de bestuursrapportage, maar daar zal de burgemeester zometeen even op ingaan. VVD, de algemene reserve vrij besteedbaar, neemt af met 44%. Dat klopt, maar dat is een zeer fluctuerende post. We hebben hem gehad op bijna 15 miljoen en twee jaar later stond hij nog op 3 miljoen. Dat heeft te maken met de investeringen die we doen met dat geld. Bijvoorbeeld het geld wat u de afgelopen jaar beschikbaar heeft gesteld voor de spil in Nieuw-Leuzen. Ja, dan zakt dat ineens behoorlijk. En dat moeten we nu langzamerhand, moeten we dat weer, dat spaarpotje zien te vullen. Dus dat is wel een uitdaging. Is dit zorgelijk of niet? Want u bent bang dat ons weerstand achteruit gaat. Morgen hebben we de tweede ronde van de begroting in het college. Daarna komt die donderdag naar u toe. Ik heb naar aanleiding van de discussie vorig jaar, een van de eerste dingen waar ik naar kijk, is wat is onze weerstandsratio? En die is een tiende punt gestegen. Dus ik ben gelukkig. Volgens mij waren dat mijn vragen, voorzitter. Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog een aantal vragen die openstaan voor meneer Uitslag en voor meneer Agricola. Meneer Uitslag en de burgemeester. Ja, inderdaad, vergeet de burgemeester niet hoor. Een consequente uitzondering. Ja, moeten weer aan wennen dat u weer zit, burgemeester. Het aantal overnachtingen, dat is gedaald volgens de rapportage van het GBLT. Dat kan zijn dat we midden doorgekregen hebben, hè, dus dat de rapportage niet goed is. Dat zou zo kunnen. Het kan ook zijn dat, dat we inderdaad minder overnachtingen hebben en op mijn Harreberg zijn gestegen. Het hele vecht al is gestegen. Dat is raar. Ik heb die vraag ook uitgezet. Ik wil het onderzocht hebben. Kun ik weten welke bedrijven dat dan betreft, hè, want dan pas kunnen we ook daar wat aan doen. Het strookt niet helemaal met mijn gevoel, hè, want ik vond het juist weer bruisen deze zomer in onze gemeente, waar ik gezien heb.
Ik hoor ook dat de campings juist weer stijgen. Dus het past niet bij mijn gevoel en ik wil het gewoon onderzocht hebben. Vraag staan uit en zodra ik het antwoord heb, kan ik ook antwoord op uw vraag geven. Dus ik moet u op dit moment het antwoord schuldig blijven. De jeugdzorg, vrij besteedbare stelpost. Het is inderdaad een wat technisch verhaal, ook zoals het opgeschreven is. Het komt er eigenlijk op neer dat we in 2017, op basis van de voorgaande jaren, eigenlijk een reshuffling gedaan hebben binnen het programma 7. Zoals u weet staat daar een hek omheen in de begroting. Daarbinnen moeten we alles oplossen. En dat is gewoon gekeken van, aangepast aan de werkelijke uitgaven, werkelijke verwachtingen. Om het gewoon beter te kunnen sturen. En om zeker te weten dat we ook binnen onze kaders blijven van die post. En daarbinnen is toen gezegd van, daar weten we zeker dat deze uitgaven daarop uitkomen. En daar hebben we een klein stukje ruimte. Hè, want die kunnen anders op al die postjes ruimte gaan zetten. Nou, dus eventjes, die is expliciet gemaakt. Verwachting is overigens dat die echt wel opgaat dit jaar. Hè. We hebben de WMO-tarief in de krant kunnen lezen aangepast. Nou, dat klopt allemaal. En dat overzichtje, hè, waar ik net naar verwees, dat staat op bladzijde 35 volgens mij. Voorzitter, die bladzijde 35, daar heb ik ook goed naar gekeken. Ik heb die €405.000 gevonden, maar ik vind hem niet terug in de begroting, nog in de eerste bestuursrapportage. Het kan zijn dat ik hem gewoon over het hoofd heb gezien, maar ik wil graag weten waar dat nou staat. Ja, u zult hem ook nu zien, omdat hij een laagje dieper zit. Maar dan is het toch raar om er op deze manier over te rapporteren? Ja, ik bedoel, het suggereert iets wat er is, maar wat is het eigenlijk helemaal niet? Nou, het is misschien meer om de Raad het comfort te geven dat binnen het programma 7 we het dit jaar gaan redden. Maar ik ben met u eens dat het misschien wel iets te veel informatie geweest is. Ja, wat is nou goed en wat is nou slecht? Hè? Kijk, als uw conclusie is, wethouder, van we halen het gewoon binnen het gegeven budget, punt. Dan is ons wat dat betreft even voldoende en we maken geen expliciet gebruik van die reserve in het sociaal domein. Daar gaat het ons om. Dat is wat meneer Nijkamp graag wil horen. Zoals de stand van zaken nu is, ja. We hebben echt nog een lange taal te gaan. En, u weet, we hebben open einde financiering, en dus dat is nog niet altijd te zeggen. En dan zit het college wel zo in elkaar, dan maar mensen geholpen en dan maar gebruik maken en gaan over ons budget heen. En dat is eigenlijk ook hoe ik u als raad heb verstaan de afgelopen periode. En dus ik ga u niet heel hard toezeggen dat we van de reserve afblijven, want dan doe ik het bestaan van die reserve ook onrecht aan. Nou, voor wat betreft de taakstelling vluchtelingen, ook een vraag van de ChristenUnie. Ik zou aangeven om te zeggen, we hadden voor dit jaar een taakstelling van 39. Waar nog een restant van vorig jaar staat van 27. Dus dat is een beste taakstelling van 66 totaal. Per 1 oktober hebben we 42 personen geplaatst. Dus dat betekent dat we eigenlijk de taakstelling van 2017 al gehaald hebben. In de eerste drie kwartalen. Ja, dus we hebben al meer weggezet dan 2017 onze doelstelling was. Of onze taakstelling was. We hebben natuurlijk nog in te lopen op 2016. Dat hebben we nu ook al gedaan met al drie. Dat is nog te weinig. We hebben vorige week een bijeenkomst gehad met de provincie. En daarbij lijkt dat het dat we heel dicht bij nul uit gaan komen. Of het helemaal nul wordt, weet ik. Maar dat betekent dus dat we dit jaar een behoorlijke inhaalslag gemaakt hebben. Dus dat we zowel de taakstelling van dit jaar als het overgrote deel van de taakstelling, de achterstand van vorig jaar, hebben ingehaald. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Agricola, mag ik u nog het woord geven over de honden? Ja. We zijn er in de technische vragen bij de ChristenUnie ook op teruggekomen van over het handhaven van hondenbeleid. Ik kan u zeggen, wij waren niet tevreden als gemeente over het handhavingsbeleid van THV. U hebt ook kunnen lezen dat er over het hele jaar 2016 ongeveer 20 procesverbaal uitgeschreven zijn honden. Bezitters en dat is pas het laatste kwartaal gebeurd. We waren niet tevreden over de wijze van hoe dus THV handhaafde. We hebben een professionele partij ingehuurd, City 360.
En die hebben nog, ja, nu is het afgekomen. Er is nu bij spreken een akkoord dat die beëdigd kunnen worden vanuit justitie. En dat heeft te maken dat City 360 voor meerdere gemeenten opereert. Dat is voor dit college een doorn in het oog. We zijn er meerdere malen achtereen geweest van, joh, wanneer worden deze mensen nog eens een keer dus beëdigd als boven voor de gemeente Dalfsen. Dat is meerdere malen, om onduidelijke reden, is het doorgeschoven. En zoals u hebt nu kunnen lezen, is het gebeurd dat beëdigen 26 oktober. Er is het afgelopen jaar dus niet bekeurd, maar er is in iedere ronde die ze hier lopen in de gemeente Dalfsen, zijn er altijd wel waarschuwingen uitgedeeld in zaken het loslopen van de honden. Nogmaals, ik had het graag anders willen zien, maar we zijn in deze afhankelijk van derden. Dank u wel, meneer Agricola. Maar geen... Ach, neem me niet kwalijk. Het is ook echt nieuw dat u daar weer even zit. Dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar, maar ik ben gewoon heel onopvallend en bescheiden. Dat is het hele punt. En, nou, ik vind het ook fijn dat u dat weg achter de tafel, moet ik eerlijk bekennen. Ik heb nog te openstaan de informatiebeveiliging. Ja. Dank u wel, voorzitter, dat u mij uiteindelijk tot slot toch het woord geeft. Ik denk dat er sprake is van een misverstand. CDA heeft een vraag gesteld over die automatisering, met name het gebied van de dataveiligheid. Daar hebben we op geantwoord, schriftelijk. En we hebben daar ingezet dat conform nieuwe richtlijnen gaat ons college in de jaarstukken over 2017 uitgebreid verantwoording over informatieveiligheid afleggen aan de gemeenteraad. Dus dat gaan we doen. Maar dat wil niet zeggen dat we dan pas beginnen met te werken aan die informatieveiligheid. Daar zijn we op dit moment verschrikkelijk hard mee bezig, conform de oorspronkelijke planning, zoals u die ook kent uit de programmabegroting. En die zijn we gewoon uit aan het voeren. Daar hebben we het met name over, op dit moment met name over het opleiden van onze mensen. Daar waar er problemen zijn met dataveiligheid, is dat in 9 van de 10 gevallen, is onze ervaring op dit moment, is dat te wijten aan het feit dat mensen onzorgvuldig omgaan met de informatie die ze hebben van mensen. Het is niet per definitie en zelfs in de eerste plaats niet een systeemvraag. Het is voor een belangrijk deel ook een gedragsvraag. Daar investeren we veel in. Dus het antwoord luidt, voorzitter, we werken er echt hard aan. Ik heb het gevoel dat we het niet slecht doen. En we gaan in de jaarstukken daar uitgebreid verantwoording over afleggen. Maar de programmabegroting wordt gewoon uitgevoerd zoals we dat hier van tevoren met de raad hebben afgesproken. Dank u wel, meneer Noten, voor de beantwoording. Er waren geen technische vragen overgebleven. Toch nog één. Of niet? Nou, je hebt een meerjarenbeeld van september circulair. Is daar voldoende antwoord op teruggekomen? Oké, okay. Fijn, dank u wel voor de beantwoording. Zijn er naar aanleiding van de beantwoording nog aanvullende vragen die gesteld zouden moeten worden? Meneer Royakkers. Nou, misschien heel flauw, dat mag dan ook gezegd worden als dat zo is. Maar als het mij zou overkomen dat iemand onbevoegd toch een taak op zich neemt voor handhaving en dergelijke, dan zou ik zeggen van dan boek dan maar een meevaller in de begroting en dan hoef je ook niet alles te betalen. Wel van kennis genomen waarschijnlijk. Mag ik uw opinie horen over de bestuursrapportage en het voorstel om die nadelig voor deel? Ja, dat mag. Meneer Royakkers. Voorzitter, prima bestuursrapportage. Complimenten. En vooral ook voor de antwoorden voor de vele technische vragen. Dat was ontzettend verduidelijkend. En verder is alles maakbaar, niet alles. Het gaat ons goed, maar we moeten oppassen dat we scherp blijven. En wat dat betreft, ik weet niet of dat u nog vraagt of dat we ermee in gaan stemmen. Maar dat zal ik zeker doen. Dank u wel, meneer Royakkers. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie dankt ook de opstellers voor het opstellen van de rapportage. Door middel van de toelichting krijgen we veel informatie. Ik heb vanavond twee toezeggingen gehoord. Zodra er meer duidelijkheid is over het financiële bedrag waar nog ruimte in zit, dan krijgen we dat te horen. En de heer Uitslag heeft toegezegd dat hij gaat kijken waar het door komt. En als hij daar antwoord op heeft, dat we dat ter informatie krijgen. De toerekening van de uren, ja, die nemen we dan maar mee naar de planning en controle. Ik vind het nog wel lastig, want we hebben er met de jaarrekening ook al discussie over gehad. En blijkbaar is het dan toch nog niet opgelost. En daarbij komt dan ook de vraag,
deze rapportage. Er is veel groen op geldelijk gebied en op geleverde prestaties, alles binnen termijn. Hartstikke mooi en toch bekruipt mij het gevoel van ja, is dit nu voldoende? We hebben afgelopen periode ervaren dat het bestuursrapportage ook veel groen waren en dan is de jaarrekening toch anders dan we verwacht hadden. Dus ik vind deze ook wel lastig, maar goed, daar hebben we nu geen antwoord op en ik neem die vraag ook mee naar de planning en controle. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik sluit me graag aan bij de complimenten die zijn gemaakt voor de rapportage op zichzelf. Goed te lezen, makkelijk. En de meeste prestaties die zijn groen, worden gehaald. Compliment. Ik heb er niet zoveel vragen over gesteld, maar ik neem wel even de ruimte nu om een paar opmerkingen, suggesties te doen. Het is een voorgangsrapportage en ik geef op voorhand al aan dat we ermee in kunnen stemmen. Ook met de andere vragen overigens die gesteld worden. En de opmerkingen die ik wil maken betreffen in eerste instantie de meevallende huishoudelijke hulp. 71.000 voordeel. Nou, mooi dat er een positief verschil is. En toch is de vraag, hoe kijken we hier nou naar? Is de behoefte onder de doelgroep minder? Zijn de aangescherpte criteria van invloed? Is de eigen bijdrage te hoog? Nou, ik weet het antwoord ook niet. En ik heb me niet gevraagd, want ik schat in dat het ook niet zomaar het antwoord op te geven is. Maar ik zou toch wel graag zien dat daar op die manier nog even naar gekeken wordt. Wat maakt nou dat zo'n verschil ontstaat? Soortgelijke vraag heb ik ten aanzien van de jeugdhulp. Met name de maatwerk dienstverlening 18 minners. Een flink nadeel. Nou, het is goed dat er onderzoek gedaan wordt, hè, naar hoe dat nou kan dat het zoveel nadeel oplevert. En we kijken er ook echt naar uit. En wij geven het college even mee dat het natuurlijk niet alleen maar geld is waar het hier over gaat. Het gaat ook over de kwaliteit van dienstverlening en hoe wegen we dat dan vervolgens tegen elkaar af. Dus doen we wel wat we beogen met dit onderwerp. Dat zou ik wel graag in het onderzoek willen betrekken. Niet alleen naar het geld kijken. Ik hoorde net ook al zoiets van het CDA, geloof ik. Ja, dan heb ik een heel andere suggestie. Die is misschien zelfs wat buiten de orde, maar ik doe hem toch. Want ik zou ook niet goed weten wat ik me anders kwijt moet. We krijgen de laatste tijd wat vragen van een groep bewoners van appartementen. Die kunnen hun groenafval niet zomaar kwijt, kennelijk. Daar werd ik mee geconfronteerd. Ik wist het niet. En de gemeente Dalfsen en ook de inwoners zijn natuurlijk erg gemotiveerd om gescheiden in te zamelen. Maar het groenafval van deze groep, die verdwijnt gewoon in het restafval omdat ze geen GFT-container hebben. Nou, ik snap, ik heb geen antwoord, ik heb geen oplossing voor het probleem. Ik snap hoe het ontstaan is. Ik doe oproep om eens te kijken of daar niet iets te verzinnen is, waardoor ook die groep bewoners die een niet grondgebonden woning, heet het dan geloof ik, bewonen, toch een GFT kwijt kunnen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Wildvank. Ik vind het wel een legale vraag om hier ook te stellen. En daar zal straks op gereageerd worden, meneer Agricola, als u dat mij toestaat. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ook van onze kant uit complimenten voor deze tweede bestuursrapportage. Het was goed leesbaar. Ook goed te zien dat alle, veel van de zaken op groen staan. Ja, onze zorg, dus ook gezien onze vraag net, blijft wel van hoe zit het nou straks met die stand van die algemene vrij besteedbaar. Ik begrijp dat dat ding heen en weer schommelt, dat geloof ik wel, maar ik zie toch wel voor de komende tijd dat het toch lastig is om hem weer aan te vullen. Aangezien onze exploitatie nu al op een tekort hebben zitten. We krijgen straks ook nog bij de volgende, bij de begrotingsbehandeling, moeten we ook nog ombuigen. Dus ik maak me er wel enige zorgen over. Maar goed, we moeten hem vaststellen, dus we stellen hem bij deze ook vast, maar wel met enige zorg. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Kleine-Koerkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de tweede bestuursrapportage. Inderdaad hebben we ook twee toezeggingen van de wethouder gehoord wat de vragen betreft. Die zien we dan ook graag komen. Maar als we alleen kijken naar de behaalde prestaties tot september 2017, bekruipt ons een behagelijk gevoel. 8 prestaties voldoen niet ten opzichte van 190 behaalde prestaties. Onze complimenten daarvoor. Toch blijkt ook uit deze rapportage dat alles niet zo rooskleurig is als boven gekenschetst. Heel rechtlijnig gezegd, je moet middelen hebben om prestaties te behalen en juist daaraan dreigt het te ontbreken de komende jaren. Vele tegenvallers hebben we al om onze oren gehad in 2017 en daar stopt het niet mee als we naar deze rapportage en de septembercirculair kijken. Uiteraard komen we bij de bespreking van de begroting begin november hierop uitgebreid terug.
Maar we doen nu al een dringend beroep aan het college om ervoor te zorgen dat we de jaarrekening 2017 met een positief resultaat kunnen afsluiten. Verder kunnen wij instemmen met deze rapportage onder dankzegging naar het ambtelijk apparaat voor hun inzet. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kleine-Koelkamp. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie vindt het fijn om deze tweede bestuursrapportage te hebben ontvangen. We vinden het ook een nuttig instrument, moeten we bekennen. Goed moment om eens even weer met elkaar te peilen wat de temperatuur is. Misschien is wel de belangrijkste boodschap eigenlijk in de beantwoording van de technische vragen gegeven. Namelijk dat we op basis van de septembercirculaire toch negatief uitkomen. Heeft de wethouder gezegd van er zijn nog best wel wat mogelijkheden om dat weer recht te trekken. Die hebben we gehoord en we zullen dat de zijnde tijd ook graag van u vernemen. En we hopen ook dat daarmee, tenzij er in de laatste maanden nog allerlei rare dingen gebeuren, maar geen verrassingen meer in de jaarrekening tevoorschijn gaan komen. Toch willen we, voordat we afsluiten, wel een paar punten nog expliciet noemen. En één sluit aan bij het gevoel wat mevrouw Rameman heeft uitgesproken. Namelijk, er staat veel op groen en toch is dat niet het hele verhaal. En ik geef u één voorbeeld. Bijvoorbeeld het beleid rondom de bibliotheken. Dat staat keurig op groen, want we hebben gedaan wat we vorig jaar bedacht hadden. Maar de werkelijkheid is natuurlijk inmiddels echt veranderd. En daar moeten we misschien ook als instrument nog eens even over nadenken van doen we het dan op deze manier wel goed. Want dat ding had natuurlijk gewoon diep rood moeten kleuren. Hij staat nu op groen. Dus we zouden er wel wat genuanceerder naar willen kijken. Dus misschien wel ook wel elementen toevoegen die tot nu toe op groen stonden. Dan de doorgaande stijging van de zorgbehoeften van jongeren. We hebben daar net in het kader van de financiën iets over gehoord. Toch zouden wij wel heel graag een expliciete analyse willen hebben van wat nou de achtergrond is van die stijging. Dat sluit ook aan bij de vragen van het CDA, de technische vragen. Maar willen we daar invloed op hebben, dan zou je toch wel een goede analyse moeten maken van wat is hier nou aan de hand. Wat voor maatregelen zouden er genomen kunnen worden, ook in preventieve zin. Dus dat spreekt ons wel enorm aan om daar echt een goed stuk werk van te maken. En dat de zijnde tijd ook te ontvangen. Nou, handhaving hondenbeleid heeft de heer Royakkers ook al iets over gezegd. Ik sluit er graag bij aan. Het verbaast ons in hoge mate dat we dan een nieuwe partij contracteren die vervolgens ook niks kan. Ja, die kan wel waarschuwingen geven, maar dat is niet het enige wat handhaaf is. Dus het verbaast ons wel een beetje dat het op deze manier loopt. En dan de laatste opmerking betreft toch opnieuw GBLT. Telkens komt daar toch weer de nodige vraagpunten tevoorschijn. Ja, we zouden toch het college willen vragen om daar nog eens een keer wat steviger aan de bel te trekken. Want het is niet de eerste keer dat we daar merken dat het niet in orde is. Verder kunnen we instemmen met deze tweede bestuursrapportage en ook de bijbehorende voorstellen voor begrotingswijzigingen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Ik heb drie toezeggingen gehoord. Twee door meneer Van Leeuwen, schriftelijke informatie over de mogelijke interne financiële ruimte die nog mogelijk zou zijn. En een onderzoek naar aanleiding van de participatiebegeleiding versus het aantal plaatsingen en het bedrag van, ik dacht 105.000 extra of meer ten opzichte van. Dat is het. Kijk, het bedrag van 105.000 euro. Daar komt een schriftelijke toelichting op. En de uitslag zou nog terugkomen op een onderzoek naar aanleiding van het aantal achterblijvende overnachtingen. Nou, voorzitter, ik heb dat niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik niet eerder antwoord kan geven op de vraag wat we daaraan gaan doen, als dat ik weet waar het aan vandaan komt. Maar ik heb niet willen toezeggen dat ik binnenkort met een nieuw beleidsplan kom hoe wij de overnachting gaan. Dat heb ik ook niet als toezegging genoteerd. Ik heb genoteerd dat u onderzoek zou gaan doen naar het achterblijven van het aantal overnachtingen. En dat u daar met het GBLT over in de slag zou gaan. Dat is een correcte toezegging. Maar ik heb daarbij die heb ik genoteerd. Ja, maar ik heb daarbij niks aangegeven wat ik richting raad ga doen. Nee. En op wanneer of zo. Maar mocht daar informatie over zijn, dan kunt u die delen met de raad via het raadsinformatiesysteem. Ja.
Dat zou kunnen. We hebben ook een jaarrekening. We hebben ook een PC-cyclus, hè, waar het heel goed in zou passen. We horen het van u, meneer Uitslag. Dank u wel voor de reactie hierop. Complimenten voor de opstellers. Dat mogen ook gezegd worden. Meneer Van Leeuwen heeft ook nog een opmerking. Ja, enkele zelfs, als u mij toestaat. Kort, alstublieft. Ja, zeer kort. Ik zou de VVD-fractie even willen aangeven. Die is bang dat ze binnenkort moeten gaan ombuigen. De ombuigingen betreft alleen minder meer uitgaven. Dat, dus niet zo dat we er heel drastisch slecht voor staan. Oproep voor positief afsluiten, die heb ik goed verstaan. Die heb ik gehoord. Daar gaan we aan werken. En dan twee opmerkingen even naar de ChristenUnie. U zegt het GBLT heeft het niet in orde. Dat heeft u mij niet horen zeggen. Ik heb aangegeven dat wij het verwachte positieve resultaat van de WOZ-opbrengst nog niet hebben ingeboekt. Omdat wij niet zeker zijn dat dat ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dus ik ga niet iets inboeken wat ik nog niet zeker weet. Dat heb ik gezegd. En u maakt een opmerking en daar sla ik toch even op aan. U zei dat de indicator voor de bibliotheek diep rood zou moeten zijn. Ja, ik mag dat hoop ik volstrekt oneens met u zijn. Want juist door ingrijpen van het college is voorkomen dat het diep rood zou komen. En dat heeft te maken met de voorgenomen fusie, met alle perikelen die daarbij omheen speelden. Dus ik denk dat we juist een goede zet gedaan hebben. Dank u wel voor deze reactie. Voorzitter, mag ik even kort op reageren? Liever niet, meneer Nijkamp. Niet? Nee, we hebben de gelegenheid gehad. Dit is de laatste ronde van het college om te reageren op uw inbreng. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Leeuwen en meneer Uitslag, op deze reactie. Complimenten voor de opstellers. Ik had het net al aangegeven. Zorgen om de algemene reserve vrij besteedbaar, om die op peil te houden, dan wel op te krikken. Daar hebben we het over gehad. En ook zorgen om de jeugdhulp. Er zijn een aantal toezeggingen gedaan. En daarvan horen we nader van ons college. Dank u wel voor de beantwoording, voor uw inbreng en voor de vragen. Ik wil graag over naar punt 8. Ik zie nog een lampje branden. Neem me niet kwalijk. Ik zat hier al te kijken naar de volgende agendapunt. Meneer Agricola. Ja, voorzitter. Ik wou reageren op de inbreng van de heer Wildvank. Met name over het GFT-afval in appartementen. Wij zijn gewend hier bij de gemeente om maatwerk te leveren. En ook hier, bij de mensen die een appartement hebben, kunnen we maatwerk leveren. En we hebben ook bij verschillende appartementencomplexen die maatwerkoplossing ook aangedragen. Maar daar stelden dus de bewoners geen prijs op. En dat is, u weet, bij de meeste appartementencomplexen staat een ondergrondse plasticcontainer en een restafvalcontainer. Er zijn geen ondergrondse GFT-containers, want dat gaat niet goed. Maar de mensen is wel aangeboden om meerdere GFT-containers te kunnen plaatsen die voor gezamenlijk gebruik. En die dienen dan één keer in de 14 dagen aan de weg gezet te moeten worden. Maar daar is tot op heden van het aanbod geen gebruik gemaakt. Nee, ik vind echt de beantwoording. Ik had niet gevraagd om een antwoord, maar ik krijg hem nu wel. Ja. En dan vind ik het wel gek dat ik daar niets wat van kan zeggen. Nee, we hebben ook afgesproken dat we gingen afronden. Ik heb samengevat en ik wil het agendapunt sluiten. Dank u wel. Het spijt me voor u, maar ik begrijp uw reactie ook wel. Voorzitter, volgens mij was het geen afspraak. Het was meer een eenzijdige mededeling van uw kant. En daarom mag ik als voorzitter de vergadering leiden. En dat gezegd hebbende gaan we over naar agendapunt 8. Vaststelling van de bestuizenlijsten, agenda van 11 september 2017 en 18 september 2017. Geen opmerkingen inhoudelijk naar aanleiding van, dan zijn ze hiermee vastgesteld. Dank u wel en ik stel vast de sluiting om 22:22 volgens het klokje hier. Dank u wel voor uw inbreng, het was een lange avond. Op de tribune ook hartelijk dank voor uw lange zit. Dank u wel.